Dames en heren, goedenavond. Fijn dat u er allemaal bent. Met deze open ik met groot plezier de vergadering van de gemeenteraad van Ommen, 22 september 2016. Ik zei net tegen de griffier, wat mis ik toch? Maar het zijn de bordjes. Dus wij doen het zonder bordjes, omdat het systeem nu zover is dat hij ons herkent zonder bordje. Dus dat is toch een technologische ontwikkeling waar je u tegen kunt zeggen, dames en heren. Ja, de moderne tijd gaat ook niet aan deze raadzaal voorbij. We hebben een mooie agenda voor de boeg. Ik had zelf het streven om rond 10 uur klaar te zijn. Maar daar heb ik natuurlijk een klein beetje uw medewerking voor nodig. Ik denk dat gelet op de uitgebreide behandeling in de raadscommissie dat dat ook een eind zou moeten lukken. Maar we gaan het met elkaar meemaken. Ik zal er een beetje op proberen toe te zien. In ieder geval ook in het kader van het nieuwe vergadermodel en de afspraak die we daarover gemaakt hebben. Dat we geen dubbelingen doen met de commissie. Dus dat we ook proberen het afrondende debat of de zaken die nog niet echt aan de orde zijn geweest, waarvan is gezegd die moeten nog verdiept worden, dat we die vanavond dan vooral doen en niet een herhaling van zetten. Maar ik heb daar, gelet op mijn ervaringen met u, alle vertrouwen in. Dat gezegd hebbende, kom ik bij het vragenhalf uur waarvoor de fractie van de LPO zich heeft gemeld. De heer Bongers, die mag zich bij het spreekgestoel te melden met zijn kaartje. Kijk. Dank u wel, voorzitter. Bij mijn vragenhalf uurtje hebben wij het volgende onderwerp, de forensenbelasting. Zoals u alle weet is de verhoging van de forensenbelasting afgelopen jaar heeft tot veel ongenoegen en onrust geleid onder de eigenaren, bewoners van de recreatieparken in Ommen. Een gevolg hiervan is onder andere dat er een groot aantal bezwaarschriften, circa 450, door de eigenaren van de recreatiewoningen is ingediend. Het college heeft toegezegd om met de vertegenwoordigers van de recreatiewoningen op de verschillende parken in overleg te treden en te zoeken naar oplossingen om uit de impasse te komen. Tot op heden heeft de Raad van Ommen geen rapportage mogen ontvangen waarin een oplossing van deze situatie voorhanden is. Tegelijkertijd nadert het moment voor de behandeling van de begroting voor het jaar 2017 en de betrokken forensen willen in deze snel duidelijkheid. Ook het ongenoegen neemt verder toe, wat er inmiddels toe heeft geleid dat de eigenaren van recreatiewoningen een contrareactie inzetten door zich in te laten schrijven op het adres van de recreatiewoning. Om vervolgens handhaving op illegale bewoning uit te lokken, met gevolg veel kosten voor de gemeente Ommen. Naar aanleiding hiervan heeft de LPO de volgende vragen. Wat is de status van het overleg tussen het college en de vertegenwoordigers van de forensen? Wat is de status van alle ingediende bezwaarschriften? Hoeveel kosten intern en extern heeft de gemeente Ommen gemaakt bij de behandeling van deze bezwaarschriften? Wat zijn de handhavingskosten voor de gemeente bij illegale bewoning van een recreatiewoning? En 5, tot slot, binnen welke termijn kan de Raad een voorstel van het college verwachten met een definitieve oplossing voor de geschetste problematiek? Dat was het, voorzitter. Dank u wel, meneer Bongers. Namens het college antwoord wethouder Schelen. Dank u wel, voorzitter. Allereerst even over de status van het overleg. Uit de gesprekken met de vertegenwoordigers van de 10 bungalowparken hebben we na een bestuurlijk gesprek in juni een werkgroep gevormd met een aantal vertegenwoordigers en dat heeft geleid tot in ieder geval een gesprek op 9 september jongstleden. Doel van dat gesprek was om tot een gezamenlijk standpunt te komen, zodat dit kan worden uitgewerkt in een voorstel richting de Raad. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. Over de procesgang ga ik straks nog iets meer zeggen. U vroeg naar de status van alle ingediende bezwaarschriften. Er zijn 425 bezwaarschriften binnengekomen. In 246 gevallen is er al verzocht om een hoorzitting en die zijn bijna allemaal afgerond. Op 366 bezwaarschriften is inmiddels een uitspraak gedaan, dus dat is 86%. Dus we moeten nog 59 verwachten. Het heugelijke nieuws is dat voor zover de bezwaren gericht waren op de hoogte van de tarieven en het stijgingspercentage van de aanslag, is tot nu toe geen enkel bezwaarschrift gegrond verklaard. De aanslag is in dat geval
conform de bevordering ook echt opgelegd. Er zijn tot nu toe wel 12 bezwaarschriften gegrond verklaard in andere items. Het waren bijzondere gevallen. Ik zal u een voorbeeld geven. Als een staakcaravan is verkocht en dit was niet doorgegeven aan de gemeente. In dat geval wordt natuurlijk, leidt zo'n bezwaar natuurlijk tot bijstelling. Inmiddels zijn er 9 beroepsschriften ontvangen van mensen die het niet eens zijn met de uitspraak op het bezwaarschrift. Dus dat heeft nog een vervolgproces. Hoeveel kosten heeft de gemeente gemaakt? Er is een beroep gedaan op de flexibiliteit van de bestaande formatie van de BOH. En voor Ommen zijn er geen kosten in rekening gebracht. Ook niet voor het uitzoeken van uw vraag. Wat mij betreft, hulde aan de BOH voor het vele en accurate werk. Dan de vraag over de handhavingskosten bij illegale bewoning. Allereerst het door u gestelde dat de eigenaren van recreatiewoningen een contrareactie inzetten. Dat wordt in ieder geval niet gedeeld. Mogelijk dat een enkeling deze actie heeft ondernomen, maar we hebben gecontroleerd. En uit de controle blijkt dat dit zeker niet op grote schaal gebeurt. Er zijn uiteindelijk maar 4 gevallen aan te wijzen waar dit mogelijk zou kunnen spelen. Of dit daadwerkelijk zo is, moet nader worden onderzocht. Een tijdelijke inschrijving komt namelijk wel vaker voor, bijvoorbeeld bij verhuizing. Hiervan kan dus in deze 4 gevallen net zo goed sprake zijn. De handhaving overigens bij illegale bewoning van een recreatiewoning is gewoon een reguliere taak van de BOH. En ook hier worden dus geen extra kosten doorberekend. Ten slotte vroeg u om een voorstel naar de Raad voor de definitieve oplossing. Voor het einde van het jaar hebben we de verordening forensenbelasting. En voor die tijd gaat u ook het voorstel wat ik eerder noemde tegemoet zien. Wat ons betreft gaan we kijken of we de belastingplicht voor de forensenbelasting voor een deel tegemoet kunnen komen op de grootste bijstellingen. Of dit echt een definitieve oplossing voor de problematiek is, is natuurlijk de vraag. Want de parkbewoners zouden het liefst terug willen naar het prijsniveau van 2014. En dat zit er helaas echt niet in. Er zal altijd sprake zijn van een compromis waarbij we moeten zien of dit wordt geaccepteerd. En uiteraard is het laatste woord aan de Raad. Dank u wel. Dank u wel, wethouder Schelen. Ik kijk even naar de heer Bongers of hij nog een aanvullende vraag heeft op dit moment. Niet het geval. Dan ronden we dit agendapunt af. Dank u wel. Dan kom ik bij het volgende agendapunt. De besluitlijst van de openbare raadsvergadering van 14 juli 2016. Daarover heeft niemand zich gemeld. Dus ik ga ervan uit dat we dit ongewijzigd vast kunnen stellen. Dat is het geval en geschied. Dan heb ik de ingekomen stukken van 22 september 2016. Wens iemand daar iets over te zeggen? Anders volgen we de voorgestelde procedure. Dat is het geval. Dan kom ik bij de mededelingen vanuit het college van BMW. Ik kijk even of een van de wethouders iets wenst mede te delen. Dat is niet het geval. Dan heb ik zelf al een mededeling. Maar dat doe ik eigenlijk niet namens het college, maar meer namens de werkgroep actualisatie toekomstvisie. Ik denk dat het toch goed is dat we u kort even schetsen waar we mee bezig zijn. Feitelijk werken we natuurlijk in uw opdracht aan de actualisatie. Daar hebben wij een aantal bijeenkomsten over gehad. Een aantal van u maakt daar ook deel van uit. Het waren prettige bijeenkomsten nu toe onderling om te kijken hoe gaan we dit proces met de beschikbare middelen op een goede manier aanvliegen. We hebben in dat proces wat ook gekeken naar andere ontwikkelingen die speelden. Bijvoorbeeld rond de discussie over het bestuurlijk manifest met Hardenberg, waar uw raad een uitgesproken mening over heeft. En wat andere zaken dat heeft gemaakt dat wij nu enkel en alleen ons weer kunnen focussen op de toekomstvisie. Wat wel prettig is voor het proces, zeg ik u maar. Want dat maakt in ieder geval dat helder is waar we mee bezig zijn. We hebben een aantal beleidsuitgangspunten met elkaar vastgesteld, die ook eigenlijk voortkomen allemaal uit het beleid dat u als raad de afgelopen periode heeft vastgesteld. Dat hebben we aan wat discussiestellingen gekoppeld. En op 4 oktober aanstaande hebben wij een eerste avond met een groep mensen uit Ommen. Die we wat anders dan anders hebben gevraagd om
ook wat andere mensen de kans te geven om naar voren te komen. Waarbij overigens iedereen die wij anders regelmatig zien natuurlijk ook uitgebreide kansen zal krijgen. We willen met die groep aan de bak en die groep ook aan de slag, moet ik zeggen. En we die groep ook vragen of zij ook weer met hun achterban het gesprek aan willen. Zodat we heel veel input krijgen voor het proces. Bij de Volksstad willen we u als raad ook heel graag uitnodigen. We hebben de eerste avond nog een vrij kleine groep. Dus het leek ons wat overweldigend als daar ook 17 raadsleden en een aantal commissieleden bij aanwezig zijn. Dus we hebben gezegd, laten we dat nou even select doen met alleen de commissie. Daar zijn ook een drietal van u plus de voorzitter vertegenwoordigen. Daarna hopen we ook dat u daarbij kunt zijn. Daarmee hopen we het proces ook op gang te krijgen. In de aanloop naar die tweede avond zullen we ook zorgen dat u een wat schriftelijk stuk van ons krijgt. Zodat u iets meer voeling krijgt bij wat we doen. We hebben als commissie daar een goed gevoel bij, dat we op de goede weg zijn. En ik hoop dat we u daar de komende tijd ook van kunnen overtuigen, zodat we straks ook met elkaar kunnen zeggen dat het ons proces is geweest. Daar wou ik het graag bij laten. Dank u wel. Dan pak je even de voorzittersrol. Kom ik bij de hamerstukken. Dat begint met de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de GGD IJsseland, waar u wordt voorgesteld om het college toestemming te geven de derde wijziging conform de bepaling opgenomen in het bijgevoegde concept van het algemeen bestuur van de GGD IJsseland aan te gaan of goed te keuren. Kunt u daarmee instemmen? Dit is uitgebreid in de commissie behandeld. Dat is het geval. Unaniem voor. Dan kan het college aan de slag. Dan heeft u uw eigen reglement van orde en de verordening op de commissies ook in de commissievergadering aan de orde gehad. Dat staat ook als hamerstuk geagendeerd en de vraag is of u daar ook mee kunt instemmen. Ook dat heeft u gedaan. Dan kom ik bij het bespreekstuk wat begint met de verlening van de ontheffing vereiste ingezetenschap van wethouder Ter Kuurst. Wethouder Ter Kuurst woont in Rijssen en heeft bij aanvang van zijn periode aangegeven dat hij niet naar Ommen zal verhuizen, gelet op de beperkte duur van zijn wethouderschap. Hij heeft uw raad gevraagd om wederom een ontheffing te krijgen. De wetgever had als voornemen voor een langere periode daarin te voorzien. Dat heeft de wetgever helaas nog niet kunnen regelen. Dus dat betekent dat wij jaarlijks dit toch voorbij zien komen. En de vraag is dus of u daarmee kunt instemmen. Wenst een van u daarover het woord of kunnen we dit bij hamerslag doen? De heer De Jonge, fractie van de VOV. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ja, u kunt ook mijn inbreng zien als een soort stemverklaring. He, dus dat kan beide kanten op. Ik moet zeggen van, wethouder Ter Kuurst is altijd heel klip en klaar geweest. Ik kom niet in Ommen wonen, zie het. We hebben ook wel eens anders gehoord in deze raad van wethouders. Dus daar wil ik hem wat de complimenten voor geven, dat hij altijd helder en duidelijk is geweest niet in Ommen te wonen. Maar zoals je weet, voorzitter, de VOV-fractie heeft er nooit geen doekjes omgewonden. En die is van mening dat bestuurders, wethouders in de gemeente Ommen moeten wonen. Dus dat zal ook de reden zijn dat wij principieel tegen zullen stemmen. D'accord, anderen. Dan vraag ik u wie instemt met het voorstel van het presidium om wethouder Ter Kuurst ontheffing te geven van het ingezetenschap. Wie is voor het voorstel van het presidium? Dat is de gehele raad met uitzondering van de VOV-fractie die tegen heeft gestemd. Dan heeft u al dus besloten. Ja, ik zag allerlei prachtige dingen buiten staan. Dat is toch wel mooi om te zien hoe creatief deze raad is. Misschien zou u ook eens last moeten gaan op de raadzaal, maar dat is een andere discussie. Ja. Nou, ik kom bij de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied Sluis Junne te Junne. U heeft in de commissie ook daar uitvoerig met elkaar over van gedachten kunnen wisselen. U heeft daar ook een insprekers gehad op dit onderwerp. Ondertussen heeft u ook nog een brief gekregen van de heer Swinselman, die u ook graag nog wat op de hoogte wilde brengen van zijn gevoelens. U heeft die brief allemaal individueel gehad, maar vanuit de griffie is ook nog een keer toegevoegd aan de stukken deze brief, zodat u in ieder geval ook optimaal kennis heeft kunnen nemen van de inbreng.
Dus u heeft dat ook kunnen betrekken bij uw finale standpunt over het stuk zoals dat nu voor ligt. Ik kijk even wie nog het woord hierover wenst. Dat inventariseer ik eerst even en dan fractie CDA, VOV, D60, VVD, dat is de hele raad. Dan begin ik linksom bij de fractie van het CDA. De heer Dunwind. Hij doet het. Voorzitter, Ommen is een gemeente die in Nederland bekend is om zijn mooie omgeving. De toeristen weten de weg naar Ommen dan ook goed te vinden. Voorliggend voorstel versterkt dit beleid wat het CDA betreft. Het CDA zal dan voor dit voorstel stemmen. Vanzelfsprekend gaat het CDA ervan uit dat aan de wettelijke voorschriften, of wettelijke vereisten die nodig zijn, wordt voldaan. Daarnaast vraagt het CDA, ofschoon dit in directe zin geen onderdeel uitmaakt van de besluitvorming, het college na uitvoering van het bestemmingsplan toe te zien op een veilige verkeersafwikkeling ter plaatse en dit te monitoren. Dank u wel. Dank u wel. Kom ik bij de fractie van de VOV, de heer De Jonge. Ja, voorzitter, ook hier bedankt. Voorzitter, ik heb iets meer te vertellen en te vragen. Want er zijn bij nader inzien een aantal dingen bij ons gepasseerd die volgens mij niet in de commissie aan de orde geweest zijn. Dus ik heb ook nog wel een paar vragen aan het college. Voorzitter, laat ik als eerste zeggen, en dat sluit ook wel een beetje aan bij de vorige spreker, dat wij grote voorstander zijn voor het bevaarbaar maken van de Vecht. Want daar zien we in het belang van Ommen toch wel zeer positieve zaken in. Echter, voorzitter, wat ons wel verbaast is dat er nu, en ik kom er straks ook nog wel even terug, voor de tweede keer eigenlijk de VOV-fractie het gevoel heeft dat we met de mes op het keel staan. We hebben het gehad bij de Zwolseweg, daar waar het ging over de camperparkeerplek, en nu weer over de bestemmingsplan uitgebreid met de vestiging van horeca. En voorzitter, ik vraag me eigenlijk af, en een directe vraag aan het college, aan de portefeuillehouder, van hoe kunnen we dit soort zaken voorkomen? Dat de gemeenteraad buitenspel gezet wordt als hoogste orgaan. Want ik had graag toch wel een uitgebreide discussie. Hè, want, nou, u gaf net al aan de brief van de heer Zwinselman, maar de insprekers die hebben volgens mij ook, ging de hoofdzakelijk over de horeca. Ook de zienswijzes van hoe kunnen we dat nou voorkomen dat we hier in deze gemeenteraad die rol kunnen nemen die we ook hebben. Namelijk besluitvorming over RO-zaken, zonder dat een ander daar ons in een bepaalde hoek van drukt. Voorzitter, en vervolgens heb ik daar een vraag over. Want klopt het, voorzitter, dat in overleg met de provincie, waar diverse partijen bij aanwezig zijn geweest, belanghebbende partijen, volgens mij was dat Staatsbosbeheer onder andere en Natuur en Milieu Overijssel, Natuur en Milieu Verdal, waar in dat overleg, waar ook iemand uit het gemeentehuis aanwezig was, een ambtenaar of misschien wel de wethouder, waar klip en klaar is afgesproken van er komt geen horeca. En dan vraag ik me af, als dat zo is, van hoe is het dan mogelijk dat wanneer de waterschap de zaak overneemt, dan zo opeens de participatieclub vergeet en er besloten wordt onder druk van Deltaloid van er moet horeca komen. Voorzitter, en dan over die horeca gesproken, want ik vraag me eigenlijk af, ik heb ook een amendement van de LPO vanavond zien passeren, in de stukken ook gelezen, van er zit wel heel veel belemmering op die horeca. He, je wilt er een horeca vestigen, maar er zitten zoveel beperkingen in, en als we dadelijk het amendement van de LPO aannemen, is er in mijn optiek, en ik deel eigenlijk wat de heer Zwinselman geschreven heeft, is er dan nog wel een haalbare, is er dan een toekomst voor een ondernemer die daar, want Junne, de Wal Deltaloid, die gaat alleen maar de grond verpachten, gaat er niks bouwen. Zijn er dan nog kansen voor een ondernemer? Of is het zo dat, wat de heer Svinseman zegt en die wij delen van, is de kans groot op faillissement en verpaupering? Dat één, voorzitter. Maar is er, want net bij het handjeschudden ging u mij al voorbij met de opmerking van, goh, je zit wel veel op je iPad te lezen. Want er kwam bij mij op van, heb ik het niet goed gelezen of ontbreekt er wat in de stukken? Want dan is bij deze dan ook een vraag van, klopt het dat er in de natuurbeschermingswet bij een beschikking is vastgesteld dat de diepgang van de Vecht 50 centimeter mag bedragen voor de bevaarbaarheid? En klopt het, voorzitter, dat er slechts in de zomerperiode 25 boten mogen passeren? En als dat zo is, is het dan niet verstandig, voorzitter, dat we dit opnemen
in ons eigen bestemmingsplan? Of vindt het college van dat het voldoende is dat wat in die beschikking van de natuurbeschermingswet staat, van dat wij dat hier in Ommen correct gaan uitvoeren? Ja, en dan wellicht kan de portefeuillehouder ook even uitleggen van, ik heb het zelf niet gelezen, maar ik heb begrepen dat er in de Stentor een heel artikel heeft gestaan, ook over de diepgang van de sluis, dat er de voornemens zijn om die diepgang rond een meter, 1,15 meter te houden. En dan vraag ik me af van, is dat een voorschot op misschien een discussie die er volgt, of houden we ons daar ook aan over die 50 centimeter? Ja, nou goed, over de consensus heb ik het net gehad, hè, van hoe is het mogelijk wanneer de consensus is tussen de provincie over de diepgang en de horeca, dat we dan hier van afwijken. En ik wou het hier in eerste termijn even bij houden en de beantwoording van het college hangt bij mij een beetje af of ik een schorsing aanvraag en misschien toch ook nog wel de een en ander amendeer. Dus ik wou het hier belaten, ik ben heel nieuwsgierig wat de antwoorden zijn. Goed zo, dank u wel. Dat is ook de correcte volgorde. Vragen, antwoorden en dan gaan we kijken. De heer Mors, D66-fractie. Meneer de voorzitter, ook wij namens D66 wensen de Vecht een hele goede bevaarbaarheid toe. Maar wij zitten toch wel een beetje als D66 met toch die horeca. En daar is de commissievergadering van 14 dagen geleden eigenlijk nou niet echt helder over geweest. Want tijdens de inspraak bij de commissievergadering 14 dagen geleden sprak de rentmeester van de Hout over een rustpunt bij de sluis bij Junne. Wethouder Ter Keurst gaf in diezelfde commissievergadering aan, het is een horecabestemming en het is aan de horecaondernemer om te bepalen welke activiteiten daar plaatsvinden. Daarnaast gaf de portefeuille aan dat dit type een rustpunt voor gebruikers, fietsers, wandelaars en vaartoeristen geeft niet de indruk dat er een etablissement komt voor bruiloften en partijen, maar het is niet uitgesloten. Het lijkt dus alsof we te maken hebben met schuivende panelen. Zie ook de rapporten van Touw, waarbij in eerste instantie werd gesproken over 8 uur per dag. En nu, na vragen van D66, ons werd gemeld dat per abuis, zo is geschreven, maar dat 13 uur per dag moet worden gelezen. Terugkomend op het oorspronkelijke doel van de horecagelegenheid, een rustpunt voor gebruikers, fietsers, wandelaars en vaartoeristen. Nou, ons idee is dat dagtoerisme bij daglicht. Ik heb het nog eens nagekeken en de officiële daglichtperiode in 2016 was van 11 juli tot 6 juli tot 22 uur. In de hele periode daarbuiten was het donker en zal dus in die periode ook geen toeristen rond een uur of 10 nog daar gebruik van maken. Tenzij het etablissement aantrekkelijk is gemaakt voor feesten en partijen. D66 is een voorstander van de sluis. Maar een horecavoorziening zoals die nu met de verruimde mogelijkheden wordt voorgesteld, daar zijn we wel sceptisch over. Wij zouden graag zien dat het oorspronkelijke plan, een rustpunt, wordt gewaarborgd. En als er één keer een echt café-restaurant is neergezet, is dat niet meer terug te draaien en is het landschappelijke belang van de sluis bij Junne voor altijd verdwenen. Dank u zeer. Dank u wel. Ik kom bij de fractie van de VVD, mevrouw Schunselaar. Dank u wel, voorzitter. We hebben het hier over het bestemmingsplan Sluis Junne. En het gaat in feite over twee zaken. Bevaarbaar maken van de Vecht, bovenwaarts vanaf Ommen. En dit is ook een van de onderdelen van het masterplan Ruimte voor de Vecht. En zoals wij in de commissievergadering al hebben aangegeven, is dit op zich voor ons geen probleem. Sterker nog, en dat is bekend, het zou voor ons meer, dus dieper mogen zijn. Maar daar gaat het nu niet over. De tweede zaak, en daar wordt vanavond meer over gesproken, betreft het mogelijk maken van een kleinschalige horecavoorziening. Ook dit is een doelstelling van het programma Ruimte voor de Vecht. Maak de rivier de voorkant en organiseer de bezoekersstromen.
En als we dan nog even verder kijken naar het GOP, daar is het ook het een en ander over geschreven. In de samenvatting staat duidelijk onder het kopje recreatie en toerisme, stimuleren van watergebonden recreatie op of aan het water. In 2012, dus een hele tijd geleden, hebben 5 landgoederen in opdracht van de gemeente Ommen en met steun van de provincie Overijssel het handvest Nieuwe Ruimte voor Kwaliteit geschreven. En er is aandacht gevraagd voor hun landgoederen in het kader van landschappelijk, cultuurhistorisch, ecologisch en ook economische aspecten. En bij dit laatste punt is het opstarten van een kleinschalige horecavoorziening een kans om economisch landgoed Junne een kleine impuls te geven. Daarbij past het, wat ons betreft, prima in de omgeving en het biedt de komende en de gaande mens een mogelijkheid om een rustpauze in te lassen tijdens een wandeling, fietsen of varen of anderszins. De zienswijze en de reactie hierop van de gemeente hebben we zorgvuldig bestudeerd en we kunnen stellen dat de beantwoording van de ingediende zienswijze voor ons ruim voldoende is om groen licht te geven voor deze kleinschalige horecavoorziening. Ja, het klopt, er zal iets meer reuring zijn, maar wij vragen ons af of dat zo erg is. Immers, en dat weten we ook allemaal, de volgende stop is 2,5-3 kilometer verderop, noordwaarts. En aan de zuidkant is praktisch niets. Is helemaal niets. Je moet dan toch wel een aantal kilometers verder en dat kan wel eens heel vervelend zijn. En komend bij hetgeen ik eerder genoemd heb, het handvest, dat zal een economische impuls geven aan dit landgoed. Waarbij de landschappelijke, en dat is best belangrijk, de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische aspecten niet uit het oog verloren zijn. Dank u, voorzitter. Dank u wel. Ik kom bij de fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. In de commissie hebben wij al aangegeven geen voorstel te zijn van een horecavoorziening bij de sluis bij Junne. Het inrichten van de Vecht als half natuurlijke laaglandrivier en het mogelijk maken deze bevaarbaar te maken is uitstekend. Echter wel conform het vastgestelde vaarbesluit door het waterschap, waarbij de diepgang wordt beperkt tot 0,5 meter. Dat betekent dus bevaarbaar maken voor boten die passen bij de uitstraling van de rivier. De argumentatie die wordt gebruikt voor het realiseren van de horecavoorziening onderschrijven wij niet. In het raadvoorstel wordt gerefereerd aan doelstellingen uit het programma Ruimte voor de Vecht. Maakt de rivier de voorkant. Als je de Vecht vooraan wil plaatsen en het belangrijkste wil maken, dan moet je juist geen horecavoorziening daar willen. In het raadvoorstel wordt gesproken over een kleinschalige horecavoorziening. Totaal is mogelijk 200 vierkante meter plus 200 vierkante meter terrasruimte, maar 400 vierkante meter. Hiervoor moet 700 vierkante meter EHS-gebied verdwijnen. Wij zijn er geen voorstander van. Daarnaast zijn we van mening dat er voldoende horecagelegenheden nabij je omtrek te vinden zijn om die grote bezoekersstromen te organiseren. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Ik kom bij de fractie van de LPO, de heer Remmers. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in de vorige commissievergadering hebben we redelijk uitgebreid stilgestaan bij de stuw van Junne. En als LPO hebben we toen al aangegeven graag een positieve impuls te willen geven aan het watertoerisme. Door de aanleg van de sluis, waardoor de mogelijkheden aanzienlijk worden uitgebreid. Wel hebben we in de commissie al vragen gesteld over de horecamogelijkheden. Ook een aantal insprekers hebben hier aandacht voor gevraagd. En op basis van de antwoorden en de aanvullende informatie die we hebben ontvangen, is de LPO er niet gerustgesteld op dat er geen ontwikkelingen zullen plaatsvinden die wij ongewenst vinden. Wat dat betreft hadden we ook liever gedacht aan een rustpunt dan wel horeca in de categorie 1, waarbij het om 5 uur zou sluiten. Maar ook wij hebben naar de tijden gekeken waarop de zon onderging, meneer Mors. En dat is in de zomer inderdaad misschien niet altijd 10 uur, maar wel later dan 5 uur. Dus vandaar dat we het op een andere manier hebben proberen te ondervangen om die ontwikkelingen tegen te gaan die wij ongewenst vinden. En daarom heeft de LPO een amendement opgesteld die ik graag met toestemming zou willen voorlezen. De Raad van de Gemeente Ommen in vergadering bijeen op 22 september. Gelezen het besluit van 16 augustus 2016. En aan het voorliggende raadsbesluit bij punt 3 het volgende toe te voegen. Het bestemmingsplan buitengebied Sluis Junne te Junne
in artikel 4.3 aan te vullen met een extra gebruiksbepaling welke als volgt luidt. Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend C. Het gebruik ten behoeve van feesten en partijen. Toelichting overweging. Het toestaan van een horecavoorziening op deze locatie nabij de te realiseren sluis past binnen het gemeentelijk beleid en het programma Ruimte voor de Vecht. Vertrekpunt daarbij is dat het gaat om lichte horeca gericht op de rivier en fiets- en wandelroutes die ter plaatse de Vecht passeren. Het vaststellen bestemmingsplan sluit echter horeca met een grotere uitstraling naar de omgeving, zoals het houden van feesten en partijen, niet uit. Gelet op het fraaie, natuurlijke en rustige karakter van de omgeving wordt dit ongewenst geacht en dient deze mogelijkheid te worden uitgesloten. Om het 22 september getekend DTRM'ers lokale partij. Tot zover voor. Dank u wel, dan is die genoegzaam ingediend. Dan zal die zo onderdeel uitmaken van de beraadslagingen. Hij wordt nog even ondertekend. De fractie van de ChristenUnie. De heer Wint. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, voor ligt dus het bestemmingsplan van de Jundersluis. Laten we beginnen met te zeggen dat de ChristenUnie in eerste instantie redelijk wat reserves had met betrekking tot dit plan. Wij vinden dat we de natuur moeten kunnen beleven, maar het blijft daarin een lastige afweging wanneer dat beleven ten koste lijkt te gaan van diezelfde natuur. Deze week was er op de radio een discussie over het natuurbeleid van onze regering. Daarin deed voormalig staatssecretaris Bleker een uitspraak. Hij zei het volgende: Als ik moet bezuinigen op natuur of op ouderenzorg, dan kies ik voor bezuinigen op natuur. Dat heeft hij destijds dan ook gedaan. Geplande aankoop van natuur ging niet meer door en werd in de ijskast gezet. Persoonlijk vond ik die uitspraak erg kort door de bocht en ook een beetje kortzichtig. Zonder natuur is er immers geen leven mogelijk op deze planeet. Voordeel is dan wel dat je uiteindelijk geen ouderen meer hebt en ook nergens meer op hoeft te bezuinigen. Met andere woorden, kortzichtig dus. Balans tussen natuur en het gebruik daarvan is daarom van belang. En zo ook hier in Jönne. Wij hadden wat moeite met de geplande horecagelegenheid, omdat wij ons onder meer afvroegen wat het effect op de natuur zou zijn. Met name ook de nachtelijke activiteiten die in principe bij een categorie 2 gelegenheid toegestaan zijn. Nu zijn er in de planregels wel beperkingen opgelegd, maar de vraag is of wij dat voldoende waarborg vinden voor de rust die de natuur in de nacht nodig heeft. En dan loopt er ook nog een das in de weg. Maar wij vinden de oplossing die daar samen met de betreffende stichting voor gevonden is op zich voldoende. Voorzitter, tot zover in eerste termijn. Dank u wel. Dan kijk ik even of wethouder de Keurs namens het college dat beantwoording over wil gaan. Dat is het geval. Nodig ik hem ook graag uit achter het spreekgestoelte. Voorzitter, dank u wel. Begin ik bij meneer Dunnewind. U vraagt eigenlijk, wilt u dat monitoren? We hebben heel goed contact met plaatselijk belang. We zijn nu al aan het monitoren ten aanzien van vermeend zwaar verkeer over de stuw. Ik zeg toe dat we ook in die monitoring vanaf nu gaan meenemen, als het bestemmingsplan in deze vorm doorgaat, de verkeersdruk en de verkeersveiligheid op dat punt. Meneer De Jonge, hoe kunt u voorkomen dat u in een hoek wordt gedrukt? U lijkt me niet de persoon toe dat u zich door mij of door de college in de hoek laat drukken. Dat bepaalt u namelijk zelf. U bepaalt bij vaststelling van een bestemmingsplan wat u daar wel en niet wil hebben. De raad in zijn algemeenheid. U zegt er zou afgesproken zijn of door een ambtenaar gesproken zijn, dan wel door de wethouder. Ik was daar niet bij, ik ben hier nog niet eens een jaar. En de plannen lopen al vanaf begin 2013. In de plangroep waarin ook Natuur en Milieu Vechtstreek zaten, waarin ook waterschap zat, waarin ook Staatsbosbeheer zat, waarin ook het landgoed zat. Het is mij niet bekend dat iemand daar ooit gezegd heeft, er komt geen horeca. Vanaf de eerste planperiode, en dat kunt u bij de weggroep van de heer Hein Kuiper navragen, is er al sprake geweest van wel of niet een paviljoen, wel of niet een theehuis, wel of niet een horeca-achtig iets. Ik heb gisteren de heer Kuiper gesproken en gevraagd of hij zich niet vergist had. Want in tegenstelling tot wat ik verwacht had, namelijk een zienswijze van Natuur en Milieu de Vechtstreek, ontbrak die. En ik heb hem gevraagd om de motivering. Meneer Kuiper zei tegen mij, van het is een afweging geweest. Doen we het wel of doen we het niet? We zaten daar aan tafel.
middels een van de werkgroepleden. En het was een kwestie van geven en nemen. En het plan zoals het er nu ligt, is de uitkomst van de onderhandelingen. En hij vond het niet de moeite waard om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de horecavoorziening. En dat mag ik bij hem navragen. Dus vanaf het eerste begin in 2013 was er al sprake van theehuis, paviljoen, annex, horeca. Er is zelfs gesproken over waar die dan zou moeten komen. Ik heb er een schema van, dat mag ik ook inzien. En dat is zo dicht mogelijk bij de weg en zo min mogelijk ecologische schade. Is er wel ruimte voor de horeca? Ja, u kunt natuurlijk het bestemmingsplan zo inrichten dat er geen horecaondernemer intrapt om daar überhaupt iets te beginnen. En in tegenstelling tot wat de heer Mors, wat ik meende te horen dat hij zei van de ruime regels, hier is het omgekeerd het geval. Hier worden namelijk al op voorhand inperkende maatregelen getroffen. Het is een kleinschalige horeca, vergelijkbaar met de omvang zoals beoogde paviljoen in het centrum. Het is categorie 1-2, dus maximaal 2. En de openingstijden zijn ook nog eens een keer ingeperkt. Gaat u nog verder inperken, dan zal het voor het landgoed nagenoeg onmogelijk worden om daar nog een pachtig huurder voor te vinden die dat ook nog kan exploiteren. Ik wil u trouwens, en dat mag ik met zijn toestemming zeggen, hij is in onderhandeling met onder andere een ondernemer uit Ommen, die ondanks de beperkende maatregelen die nu zijn opgenomen, kans ziet om daar een horecaonderneming, en u zult verbaasd staan kijken wie dat dan straks zal zijn, maar het is een horecaondernemer uit Ommen zelf, die interesse heeft in de horecavoorziening bij de sluis bij Junne. Dan hebt u het over de diepgang. Ten aanzien van de diepgang hebt u geen bevoegdheid. Die bevoegdheid ligt bij het waterschap. Het waterschap heeft gegarandeerd dat er een diepgang is van tenminste 50 centimeter, tenminste. Dat heeft niks te maken met de bewaarbaarheid, maar dat heeft te maken met de afvoercapaciteit van de Vecht. Dat het waterschap nu voorstelt om te gaan tot een meter, en u leest de kolk zit op 2,35 meter, 2,35 meter heeft te maken met het hoogteverschil. Dat moet ze op kunnen vangen bij het peil van de benedenstroom. Dat ze 1 meter zoeken, heeft te maken met dat ze willen kunnen aanpassen naarmate de seizoenen dat verlangen. Veel water erdoor kunnen laten stromen of juist water kunnen vasthouden. Dat is de reden geweest van het waterschap, heb ik vanmiddag nog laten uitzoeken door mijn ambtenaar. Dat de natuurbeschermingswet van toepassing zou zijn op de diepgang, dat is ons college niet bekend. En dan de afmetingen van de sluis. Wij hebben ook zoiets voorbij zien komen. Er werd in de krant, ja, op dat moment niks te nadelen van, maar was het bijna een fabeltjeskrant. Daar stonden de afmetingen van de sluis bij Vilsteren. Dit is ongeveer de helft. De sluis bij Vilsteren meet ongeveer 35 meter bij 11 meter. En deze sluis krijgt een afmeting van 18 meter maximaal bij 4 meter breed. Dan naar meneer Mors. De renmeester sprak van een rustpunt. Wij hebben altijd begrepen dat het bij het stroomlijnen, het in banen brengen van de bezoekersgroepen, een uitrustpunt moest zijn. En dat kun je dus doen op een terras van een horecagelegenheid. Horeca 1 en 2 sluit inderdaad feestjes niet uit. Ik vraag me ook af of u dat moet willen. Want wanneer is een feestje een feestje? En wanneer is een feestje een onderdeel van een lokaliteit die open is? Zou een opa met zijn kleinkinderen daar niet zijn verjaardag kunnen vieren terwijl het restaurant gewoon open is voor andere bezoekers? Zou een groep die een feest te vieren hebben in het kader van een vrijgezellenavond niet gewoon van de Beerse Bulten of van de Koekse Belt met een kano naar de sluis bij Junne kunnen varen om daar gezellig een biertje met elkaar te drinken terwijl het restaurant open is voor andere groepen? Het is maar een idee. Ten aanzien van de verruimde openstellingstijden heb ik al gezegd, daar is geen sprake van. In tegenstelling tot andere horecagelegenheden perken we het juist hier in. Bewust, op basis van een zienswijze en wel overwogen. Mevrouw Schunselaar, ik dank u voor de drie punten die u terecht inbrengt. De afspraken die vallen binnen het kader van ruimte voor de Vecht. U hebt terecht gewezen op Gop Gof en hoe dat hier aanhaakt op deze wijziging bestemmingsplan. En terecht wijst u nog even naar het handvest dat de landgoederen hebben opgesteld. Hoe vinden wij andere economische dragers om toch de landgoederen in stand te houden zoals we ze graag in stand willen houden? Meneer Moerman, ik heb waardering en respect voor uw standpunt. Wij verschillen van mening in zaken de horeca. De EHS, dat klopt, maar die wordt ook gecompenseerd. Sterker nog, exoten worden uit het gebied weggehaald en vervangen door inheemse bomen, struiken en planten.
Meneer Remmers, het was even te kort tijd voor mij om het amendement goed in me op te nemen, maar ik heb al in mijn bewoording naar aanleiding van andere vraagstellingen aangegeven hoe ik daar ongeveer in sta. En meneer Wind, zijn de beperkingen voldoende? We gaan al verder dan dat we bij de reguliere horeca categorie 1 en 2 in onze gemeente doen, door nu en het te beperken in omvang en het te beperken in de openstelling van 9 tot 10 uur 's avonds. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Ik heb in ieder geval de indruk dat u alle vragen bij de kop heeft gehad. Maar ik kijk even of we door kunnen of dat er toch behoefte is aan een korte schorsing. Wat ik denk gehoord hebben zojuist. In ieder geval wil ik een korte schorsing. De heer De Jonge wil een korte schorsing. Dat wordt door de heer Bongers ondersteund. De heer Dunnewind. Ja, voorzitter, ik heb nog eigenlijk voor de schorsing wel even een verduidelijkende vraag aan de meneer Remmers. Wat verstaat hij onder feesten en partijen? De heer Remmers, kunt u daar antwoord op geven voordat we gaan schorsen? Ik wil in ieder geval een poging wagen. Nou ja, uiteraard snap ik het punt dat het lastig is om te definiëren. Aan de andere kant wordt er duidelijk gesproken over rustpunt, dan wel uitrustpunt, of hoe je het maar noemen wil. Ik denk dat je met deze omvang van 200 meter binnen en 200 meter buiten, dat je niet meer praat over een rustpunt die enkel alleen gerelateerd kan zijn aan de activiteiten op het water. En dus denk ik dat je het bijna uitlokt. En ook om die ondernemer een kans te geven, dat hij misschien wel gedwongen wordt om dat te gaan doen. En ik denk dus inderdaad dat als je het hebt over of dat dan verjaardagen zijn en of dat bruiloften zijn en of dat jaarafsluitingen van bedrijven zijn of afscheid van een medewerker die zoveel jaar gewerkt heeft, dan denk ik van ja, daar hebben we denk ik voldoende gelegenheden voor in Ommen waar je dat kan vieren. Ik denk dat je dan dus inderdaad concurrentie binnenhaalt die niet nodig is. Deze activiteit moet louter en alleen op watertoerisme geregeld zijn. En daar zou je dan zijn verdiensten uit moeten kunnen halen. Dus dat is wat ik daar aan toe kan voeren. Dank u wel. Dit was overigens die Remmers van de LPO-fractie. We moeten even goed opletten dat als we achter de stoel zitten, dat het kaartje er goed in gaat, zodat de naam ook zichtbaar is. Maar meneer Remmers, die is zo bekend, dat komt allemaal wel goed. Voorzitter, als ik nog even... Heer Dunnewind. Ja, ik respecteer het antwoord van de heer Remmers, dat zal duidelijk zijn. Alleen als ik goed geluisterd heb naar het antwoord, dan geeft u wel aan dat er andere mogelijkheden zijn in Ommen en de directe omgeving. Niet zijn er de stuw bij Junne. Alleen, hij noemt een aantal voorbeelden. Maar als ik dus de tekst die nu voor ligt ga opnemen in het bestemmingsplan, dan zal daar wel een memorie van toelichting bij moeten komen om te voorkomen dat we straks met elkaar in de klins liggen. Dit mag dan wel en dat mag niet. En dat is voor mij dus nog steeds niet helder, ook niet naar de beantwoording zoals het net is aangegeven. Misschien kunnen we daar in de schorsing uitkomen. D'accord. Ik kan mij iets voorstellen bij de opmerking van de heer Dunnewind. Ik kan mij ook voorstellen dat dat wel oplosbaar zou zijn als dat noodzakelijk zou blijken te zijn. Ik stel voor dat we de vergadering schorsen. Ik kijk even naar de heer De Jonge hoe lang hij dat zou willen. Hopelijk niet te lang. 5 minuten? Ik schors de vergadering 5 minuten. Om 8:20 gaan we verder, dames en heren. Dames en heren, ik constateer dat wij een ommens kwartiertje hebben gehad. Alles is relatief in het leven, zelfs 5 minuten. De heer De Jonge had een schorsing aangevraagd. Dat is voldoende geweest, meneer De Jonge? Nou, voorzitter, wat mij betreft is er ruimte om verder te gaan voor de tweede termijn. En die kan voor de VOV-fractie heel kort zijn. Dan doe ik even dezelfde volgorde. Als u dat niet erg vindt, begin ik bij de heer Dunnewind. Als hij behoefte heeft, niet. Dan kom ik bij u, meneer De Jonge. U mag op de plek blijven in dit geval. Daar ben ik wel heel blij om. Want mijn knieën kunnen dat ook allemaal niet meer hebben. Voorzitter. Ja. Dankjewel, Dick. Meneer Remmers. Ja, voorzitter. Ik wil toch nog even terugkomen op de woorden van de wethouder. En ik zeg erbij van ik zal proberen om uw naam nooit meer verkeerd aan te geven. Want ik had een mailtje gestuurd met een hele verkeerde naam erboven. Waarvoor mijn nederige excuus, laat ik daarmee beginnen. Want de gemeentesecretaris die tikte mij flink op de vingers. Dat zal in ieder geval niet meer gebeuren. Voorzitter, ja, over sturing gesproken. Daar gaf de wethouder aan van u bent er zelf bij. Maar dan wil ik toch even met hem terug van naar een aantal commissievergaderingen waar er wel ook de wethouder klip en klaar uitsprak. Er is geen weg meer terug. De horeca die komt er. En anders krijgen we een heel ander spel, want landgoed Junne wil dat. Ik ga straks een aantal dingen zeggen. Mijn grootvader die was rentmeester in Junne. En als hij hoort wat ik hier nu zal zeggen, dan zal hij zich denk ik in zijn graf omdraaien. Maar dat zullen we dan straks wel zien aan het eind van de rit. Ja.
Ja, de vraag is of hier om een begraven ligt, want er wordt nog wat dan misschien met de natuurbegraafplaats nog in het vooruitschrift. Maar goed, terug to the point, voorzitter, want ik ga er geen ja-nee-spelletje van maken. Ik heb zowel vanmiddag als zojuist in de schorsing iemand gesproken die bij het overleg met de provincie is geweest. Daar heeft ook een ambtenaar bij gezeten. En vanzelfsprekend, de wethouder was toen hier nog niet aanwezig, zat nog in Rijssen. Maar zijn voorganger wellicht wel. Dus ik heb u aangesproken in uw verantwoordelijkheid als wethouder. Ik heb begrepen dat er geen wethouder bij is geweest, maar wel een ambtenaar. En dat daar klip en klaar is uitgesproken dat er geen horeca komt en dat de diepgang op 50 centimeter blijft. Dus wellicht goed om dat even in uw eigen organisatie na te gaan van hoe dat gebeurd is. Wat degene, althans de participanten, daar wel in teleurgesteld heeft, is dat zij bij het vervolg, daar waar het waterschap het verhaal overneemt, niet meer betrokken zijn geweest in het verhaal. Dat is, zoals ik het gehoord heb, ook de reden geweest dat Natuur en Milieu Overijssel heeft gezegd, we hebben bij de provincie wat afgesproken, dat leidt niet tot een zienswijze, dus wij dienen daarom ook geen zienswijze erin, want wij vertrouwen erop wat daar is uitgesproken, dat het ook in het stuk verwerkt is. Wat ik ook meegekregen heb, is dat de bewoners, de omwonenden, pas heel en heel laat betrokken zijn. Zelfs pas toen het al lange breed in de krant heeft gestaan. En dat zijn volgens mij ook processen die wij in dit huis niet willen. En met elkaar ook hebben afgesproken dat wij tijdig betrokkenen zullen betrekken. En ook mee zullen nemen in het hele traject. Dus dat is iets wat mij betreurt. Dan waar het gaat over die beschikking in de natuurbeschermingswet. Zou ik toch aan het college willen vragen om daar eens even naar te kijken. Hè? De wethouder gaf aan van, ik ken die beschikking niet, maar dat is misschien toch verstandig en dan doe ik een dwingend beroep op u om daar even naar te kijken van wat er nou precies in beschreven is. Ook over de 25 boten, want daar stond ik eigenlijk een beetje van te kijken, dat er maar 25 boten mogen afvaren van Ommen naar Hardenberg en weer terug. En wie gaat er dan staan? Zetten we Jan Voortman daar op een hoekje neer om die boten tegen te houden? Dat kan ik me in ieder geval niet voorstellen. Dus een beroep aan het college om daar nog even schriftelijk bij de raad op terug te komen. Voorzitter, en dan de horeca. Ik heb aangegeven, en daar sta ik nog steeds voor, dat ik wel degelijk, maar toch een klein beetje onder druk gevoeld. Want als, zoals de wethouder in de commissie heeft aangegeven, als je nu tegen de horeca stemt, of dat eruit haalt, ik gebruik maar even zijn woorden en misschien een ander soort bewoordingen, dan krijgen we een heel ander soort plan en dan gaat het wellicht niet door. Dat is iets wat wij niet willen. Ik had een amendement willen maken om de horeca eruit te halen. Maar bij nader inzien en ook hetgene wat wij gezamenlijk even aan de tafel besproken hebben, wat bij ons als fractie ook een ander licht op de zaak heeft doen werpen, willen wij ook niet te veel belemmeringen hebben op de vestiging van de horeca. Zoals het nu in het stuk staat, kunnen we met schokkenvoeten kunnen we ons daarin vinden. Want we willen ook dat als er iemand een exploitatie daar gaat plaatsvinden, dat die ook een redelijke kans heeft om dat te exporteren voor een goede boterham. En dat het niet zo moet zijn dat er na 2 jaar, als er een prachtig gebouw staat, dan krijg je niet meer weg. Dat er na 2 jaar iemand hier aan de deurbel drukt en zegt van ik kan het niet exporteren. Of uw bestemmingsplan moet veranderd worden. Weet ik wat allemaal voor nare dingen kunnen overkomen. En dat is gelijk misschien een beetje stemverklaring. Dat is ook de reden dat wij voor het stuk zullen stemmen. Echter, ik doe nogmaals een dwingend beroep op het college is na te denken over de processen zoals die zijn gelopen. En dan heb ik het met name over de Zwolse weg en hoe het hier gelopen is. He, want het had wel wat beter gekund in het debat naar de raad toe. Daar wou ik het even bij laten, voorzitter. Dank u wel, de heer Mors, D66-fractie. Ja, meneer de voorzitter, u zult uit de eerste termijn wel hebben meegekregen dat wij geen voorstander zijn van een echte grote horecavoorziening. En we waren dus eigenlijk ook van plan om mee te stemmen van niet te gebruiken voor feesten en partijen. Maar ja, de handhaving of de definitie daarvan maakt wat lastig. Dus ook wij gaan schoorvoetend, als er maar gehandhaafd blijft of wordt voor 10 uur. Maar er zit nog een ander aspect. We kennen hier in de regio ook Rustpunt Junne en Rustpunt NL. En daar geldt als officiële reden of als officiële beperking dat die rustpunten nooit mogen zitten binnen een straal van 2 kilometer vanaf een horecapunt.
Er zit er dus nu al eentje en daar zal dus TZT dan ontheffing voor gegeven moeten worden. Want we gaan die toch niet om zeep helpen. Dan wil ik het graag even belaten. De fractie van de VVD, mevrouw Schunselaar. Dank u, voorzitter. Nou, in mijn eerste termijn heb ik al het aangegeven dat wij eigenlijk wel meegaan met het voorstel. We gewoon meegaan met het voorstel. Echter het, nee, niet echt, het amendement van de LPO. Daarover heeft het CDA een vraag over gesteld. En die vragen die hebben ook weergeleid bij ons van ja. Die vaagheid die in dit amendement staat, daar kunnen we gewoon niks mee. Want feesten en partijen is natuurlijk een heel groot begrip. En we hebben er ook over gesproken, ja, hoe moet je dat dan verder interpreteren? Dus aan de LPO zou ik toch graag willen vragen om daar nog helderheid over te geven. In elk geval, zoals het hier ligt, kunnen wij dit amendement niet steunen. Wat wel belangrijk is, dat is gewoon dus de handhaving van de sluitingstijden van de horecavoorziening. Want 10 uur is 10 uur. En dat is wel heel belangrijk dat het gewoon gehandhaafd wordt. En niet in het begin even handhaven en op termijn maar laten zien, laten gaan. Dat is niet het punt. Dat kan gewoon dus niet. Wij willen ook de exploitant de mogelijkheid geven om toch zijn brood te kunnen verdienen. Met een plakje kaas erop, zeg ik altijd. Dus we willen hem ook wel datgene geven wat hij nodig heeft om de zaak rendabel te maken. Dus het amendement van de LPO, graag nog een reactie van de LPO hierover. Zoals het hier staat gaan we absoluut niet mee akkoord. En de handhaving is een heel belangrijk iets. Dank u, voorzitter. Ik dank u hartelijk, de heer Moerman, Partij van de Arbeidsfractie. Ja, voorzitter, zoals ik het eerste termijn heb aangegeven, zal ik tegen het raadsvoorstel stemmen. De heer Remmers, met ongetwijfeld een toelichting ook op het amendement nog. Zeker de bedoeling. Dank u wel, voorzitter. We hebben net voor de schorsing al even gesproken over van ja, hoe interpreteer je dat. En daar hebben we het in de schorsing uiteraard ook over gehad. Toen hebben we ook nog even de discussie gehad over van ja, kan je dan spreken over besloten feesten? Op die manier, hè, als het afgehuurd wordt, is dat dan een criterium? Daar kwamen we ook niet helemaal uit, geef ik eerlijk toe. Aan de andere kant, ja, het amendement is ambtelijk getoetst. Ik ga ervan uit dat het op deze manier te handhaven valt. Want anders had ik waarschijnlijk de reactie terug gehad van ja, leuk dat je het op deze manier wilt. Maar daar is geen enkele basis om dat op deze manier te kunnen handhaven. En dan komen we waarschijnlijk inderdaad, en meerdere partijen hebben het aangegeven, bij het belangrijkste punt van hoe valt het te handhaven. Ik durf bijna te zeggen, raadsbreed net in het overleg werd daar met name de nadruk op gelegd. Van ja, of er nu staat feesten en partijen, besloten feesten of 10 uur. Alles valt of staat met het handhaven. Wat uiteindelijk ook gebeurt met het amendement, of het wel of niet wordt aangenomen en of het voorstel wordt aangenomen. In alle tweede voorstellen ligt er gewoon heel veel nadruk op het feit dat het gehandhaafd moet worden. Maar in eerste instantie denk ik van ja, het is ambtelijk getoetst. Dus blijkbaar is er een criterium waarop dit blijkbaar gehandhaafd zou kunnen worden. Tot zover. Dank u wel. De heer Wind, ChristenUnie-fractie. Voorzitter, dank u wel. Ook wij willen even reageren op het amendement van de LPO. Wat ons betreft gaat dat amendement ook te ver. Het zaagt wat ons betreft dan een poot uit onder de stoel. Daar heeft een heel proces aan vooraf gegaan om dan uiteindelijk dit bestemmingsplan. Daar zijn allerlei afspraken geweest tussen partijen die daarbij betrokken zijn. En wij zien dan dat ineens zou storten en dat willen we niet. We hebben ook een beetje nog in het midden gelaten van of wij voor of tegen zijn. Nou, wij vinden inderdaad dat de beperkingen die gesteld worden nu in de planregels, dat wat ons betreft gewoon inderdaad voldoende is. Daarom zullen wij voor dit plan stemmen. Dank u wel. Ik kijk of wethouder Ter Keurst ook behoefte heeft aan een schorsing of dat hij kan beantwoorden. Voorzitter, dank u wel. Ik heb natuurlijk in de gauwigheid de neuzen geteld.
Maar het kan, technisch is het mogelijk. Mits je dat limitatief, en daar gaf de heer Dunnewind ook aan, dan moet je limitatief heel goed onderbouwen, dan kan het. Er is ook een voorbeeld van in de landen, en ik dacht dat het in Drenthe was, in Borger. Daar is zoiets al gedaan. Maar ik proef hier schoorvoetend dat men zegt van het moet ook exploitabel zijn voor degene die erop zit. Dus verder gaan dan de beperkingen, dat doen we niet, daar ben ik zeer dankbaar voor. Even richting de heer De Jonge. Hij begon met verkeerde adressering via de mail. Hij zei u vergeven, het is gewoon hans.terkeurst@omme.nl. Verwijzing naar agenda punt 8, dat zal nog zeker een jaar duren. Dat u dat e-mailadres kunt gaan gebruiken. Het proces, daar hebt u wel een punt, dat schuurt een beetje. Dat geef ik ook duidelijk toe. Ik denk dat we dat in de toekomst wat beter aan moeten vliegen. Ook in communicatie, niet alleen met de stakeholders, maar ook naar de omwonenden. Dat we eerder, helderder en duidelijker dat aangeven. Ten aanzien van de beschikking, dat ga ik voor u uitzoeken en daar kom ik schriftelijk bij u op terug. Dank voor dat u schoorvoetend instemt, omdat u ook van mening bent dat de horeca wel exploitabel moet zijn. Waarvoor dank. Diezelfde dank richting... Voorzitter, even een kleine interruptie als het mag. Want de wethouder noemt een aantal partijen op die eerder en beter wil betrekken. En ik neem aan dat u daar nog even aan toevoegt, de gemeenteraad van Omme als orgaan die erover gaat. Als ik daar mag reageren, voorzitter. Volgens mij, en mevrouw Schunselaar gaf dat al aan, dit is gebaseerd op vastgesteld beleid wat de raad van Omme vastgesteld heeft. Zowel ruimte voor de vecht, hebt u vastgesteld met uitgangspunten. En een van die uitgangspunten is verankerd in het GOPGOF. Dat is de recreatieve bevaarbaarheid met het concentreren van bezoekersstromen en een economische boost geven voor de recreatie en de vaarrecreatie met name specifiek. Voorzitter, dat klopt, hè? Maar in onze optiek, in de optiek van de fractie van de VOV, is het niet verkeerd om tussentijds, hè, want ik heb er al eens meer aangegeven bij begrotingsbehandeling, dat je vanuit een soort projectplan moet opereren, ook naar de raad toe, dat je die aan het begin erbij betrekt, maar ook tussentijd betrekt, hè, van wat bijvoorbeeld de uitkomst is van zo'n werkgroep of zo'n strategiegroep, die zowel bij de provincie als bij de waterschap aanwezig is, dat er wel even teruggekoppeld wordt naar uw hoogste orgaan. Waarvan akte? Ik was gebleven bij de heer Mors van D66. Het echte rustpunt, Junne, dat gaan we natuurlijk goed verankeren en borgen. Dat gaan we niet opofferen voor dit uitrustpunt bij de sluis. Richting de VVD, mevrouw Schunselaar, u hebt het over handhaving. Ik heb toen u dat betoog deed ten aanzien van handhaving, wat we dus nu hebben. Wat we straks gaan bekrachtigen, gaan vastleggen ten aanzien van 9 uur 's morgens tot 10 uur 's avond, maar dan wel die sluitingstijd. Ik heb even kort overleg gehad met de portefeuillehouder. Dat gaan we toezeggen. Niet alleen in het begin, maar ook zoals we dat met de horeca in Omme Centrum doen. Meneer Wint, ook dank voor uw ondersteuning. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Dan denk ik dat alles wat gezegd zou kunnen worden wel aan de orde is geweest. Maar een belangrijke vraag is of de fractie van de LPO het amendement handhaaft of niet. Ja, voorzitter. We hebben alles gehoord en gewogen. Wij gunnen uiteraard een ondernemer een prima boterham op deze locatie. Dat gunnen we hem ook van harte. Maar dan wel met aan watertoerisme gerelateerde activiteiten. We denken ook aan buren en andere horecagelegenheden, dus wij willen het amendement handhaven. Omdat we met name ook gehoord hebben vanuit de ambtenarij dat feesten en partijen, en of het dan gelimiteerd moet worden op een of andere manier, maar feesten en partijen is blijkbaar handhaafbaar. Dus wij gaan ervan uit dat dat ook op die manier kan plaatsvinden. Ja, ik aarzel toch een klein beetje, zal ik maar heel eerlijk zeggen. En waarom? Omdat gaandeweg de discussie hier is opgeworpen. Wat zijn nou feesten en partijen? Ondertussen heb ik heel snel geprobeerd mijn juridisch talent manifest te maken. Maar ik heb het zo snel niet kunnen vinden. Dus laten we maar even vanuit gaan dat wat u veronderstelt dat dat klopt. Dat er een juridisch houdbaar begrip is wat slaat op feesten en partijen. En dat is in lijn zoals u dat heeft verwoord. En laat ik dat dan maar even samenvatten. En dan kijk ik of het klopt. Dat het gaat om festiviteiten, anders dan dat iemand langskomt voor een ijsje, een kopje thee of iets van dienstzins. Maar van tevoren heeft bedacht dat hij
iets wil vieren op deze locatie en daarvoor de zaal gebruikt. Oké. Dat is in ieder geval de bedoeling van het amendement. Of het dan juridisch helemaal zo staat, dat is dan een tweede. Dan gaan we kijken of dit op een meerderheid kan rekenen of niet. Goed. D'accord. We stemmen altijd eerst over het amendement, dames en heren, omdat dat het besluit wijzigt. Dus de vraag is wie voor het amendement van de LPO-fractie is, wat ertoe strekt om het bestemmingsplan te wijzigen. In die zin dat het wordt aangevuld dat een gebruik ten behoeve van feesten en partijen strijdig zou zijn met de bestemming. Wie is voor dit amendement? Dat is de fractie van de LPO. Daarmee is het amendement verworpen. Dan kom ik bij het bestemmingsplan zelf. Met de vraag of u kunt instemmen met het door gewijzigde raadsvoorstel bestemmingsplan buitengebied Sluis-Jönne. Wie is voor? Dat zijn alle fracties met uitzondering van de Partij van de Arbeid. Dan is het voorstel aangenomen. Ik kom bij het volgende agendapunt van deze avond. Dat is het actieplan Centrumontwikkeling Ommen. Daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde als voor het vorige agendapunt, dat ook dit uitgebreid aan de orde is geweest in de commissievergadering. Daar zijn ook insprekers geweest om u hun gedachten te delen. Ik kan me zo voorstellen dat wij nu tot een beknopte bespreking kunnen overgaan. En ik kijk of dat het geval is. Kijk even wie over hier het woord wenst. Dat lijken ook alle fracties te zijn. Dan begin ik bij de heer Dunnewind. Weer begrijp ik, CDA-fractie. Ik mag hem inderdaad de eerste termijn weer naar voren uitnodigen. Dank u wel, voorzitter. Na het afronden van onderzoeken met betrekking tot het centrum van Ommen ligt nu voor ons een mooi actieplan voor de centrumontwikkeling van Ommen. Een plan dat het centrum structureel versterkt en de leefbaarheid van het centrum op peil brengt en houdt. Een integraal plan dat door verschillende groepen is opgesteld en wordt gesteund. Een plan dat aspecten die van belang zijn voor de versterking van het centrum van Ommen benoemt en er een tijdsfasering aan hangt. Kortom, een mooi actieplan waar het CDA vertrouwen in heeft. Een risico is de financiële dekking. Het CDA heeft hier goede notie van genomen. Evenals daar waar het gaat om de vraag van de wethouder, dat in de raadsbrief van afgelopen week is verwoord, dat hij wat flexibiliteit graag wil met betrekking tot de uitvoering van dit plan. Ja, er zijn financiële onzekerheden. En het is op dit moment niet zeker of en wanneer alle projecten genoemd in het actieplan tot uitvoering kunnen worden gebracht. De cofinanciering zal daarvoor daadwerkelijk handen en voeten moeten krijgen. De wethouder heeft in de commissievergadering van 8 september jongstleden aangegeven welke stappen in dit kader ondernomen gaan worden. Voorzitter, nog even iets over het plan voor een parkeerplaats in Ommen-Oost. Het CDA gaat ervan uit dat de locatie waar dit aangelegd wordt nog niet vast ligt. Graag vernemen wij van de wethouder of dit zo is. Echter, gezien de praktijk van afgelopen zomer, ligt het wellicht voor de hand om te veronderstellen dat dit op de strook bij de molen aan de Hesselmuletstraat gaat gebeuren. Indien dit de plek gaat worden, kan de wethouder dan toezeggen dat er niet meer dan strikt noodzakelijk aantal vaste parkeerplaatsen wordt aangelegd. De ruimte die dan overblijft op die strook kan dan ingericht worden als overloopcapaciteit in geval van piekmomenten. Tijdens de commissievergadering is door een bewoner ingesproken. Daarbij ging het onder andere over sluipverkeer. Kan en wil de wethouder de toezegging doen dat als het gevolg van de aanleg van een parkeerplaats op genoemde strook hij het sluipverkeer op de Hesselmuletstraat onmogelijk zal maken? Daarnaast vraagt het CDA de wethouder de parkeervoorziening dusdanig in het gebied op te nemen dat de groene uitstraling van Ommen zoveel als mogelijk is gewaarborgd blijft. Kan de wethouder dit ook toezeggen? Ten slotte, voorzitter, nog iets over de controlerende rol van de raad. Indien we ja zeggen op voorliggend voorstel, kan de wethouder met de overige actoren aan de slag. De raad wordt op de hoogte gehouden met rapportages, met raadsbrieven enzovoort.
Het CDA wil, los van de eerder genoemde vormen, in de raadsvergadering op de hoogte gehouden worden van de voortgang van dit actieplan. Dit kan wat het CDA betreft bij de mededelingen van het college. Kan de wethouder dit toezeggen? Tot zover de eerste termijn. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik denk de heer De Jonge van de VOV-fractie. Dat is correct. Ja, voorzitter. Tussendoor nog even gekeken naar het dictum van het stuk. En dat sluit eigenlijk wel aan bij het betoog. Dus wat mij betreft zou ik het ook kort kunnen houden. Ja, voorzitter, wat voor ligt, dat sluit geheel aan bij de visie van de VOV. Want als je ons verkiezingsprogramma erop naslaat, dan lijkt het wel of het voorstel een kopie daarvan is. En dat doet ons deugd. Voorzitter, alleen over het dictum gesproken, want volgens mij gaf het CDA dat ook al aan. Voor de VOV-fractie is punt, even kijken, punt 2 van superbelang van ons. Want wij, en doe ik het even uit mijn hoofd, is er volgens mij in de begroting €500.000 opgenomen voor de ontwikkeling van het centrum. En wat de VOV-fractie, ook gezien de financiële situatie van Ommen, wou we het daar even bij laten. Dus wanneer u verder wil ontwikkelen en meer geld nodig heeft, dan komt het hier terug in deze raad. Ik neem aan bij de begroting. En ten tweede willen we zeker periodiek meegenomen worden. Ik heb het net ook al aangegeven, hè, een soort projectplan waar je tussendoor toch de gemeenteraad consulteert van op welke manier je verder kan gaan. Voorzitter, en dan ja, wat betreft punt 3 van het dictum, daar krijgt u van mij in ieder geval de toestemming om daar zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan, dat parkeren. In het verleden, en dan praat ik ook in de vorige periode, is hier in de raad al herhaaldelijk aan de orde geweest, parkeren aan de randen van het centrum. En ik geef u een klein voorschot mee van hoe wij daar tegenaan kijken. Wat ons betreft kan dat op de plek die u voorstelt bij de Noord. En aan de andere kant zou onze wens zijn om zo snel mogelijk de parkeerplekken op de Voormas toch nog uit te breiden. Want dat geeft wel ruimte. We hebben gezien de afgelopen zomerperiode dat de komst van toeristen toeneemt, ook naar het centrum toe. Het wordt echt een levend centrum. Er horen voldoende parkeerplaatsen bij. Aan de vecht hebben we die niet meer dadelijk als die prachtige appartementen er komen. Dus zo snel mogelijk in onze optiek de Voormas uitbreiden. Voorzitter, ja, dan toch nog even naar de inhoud van het stuk toe. Want zeg maar, in de bijlagen waren wij zeer verrast dat er een prachtig stuk van helemaal onder lag. En ik vroeg me eigenlijk af ja, wat nu de status is. Hè. We hebben al eens gesproken over van wat is er nu allemaal nog over van helemaal om. Hoe kunnen die nou zo'n stuk produceren? Ik zou graag van de wethouder willen horen, want ik was zeer verrast door alle opmerkingen van de OVO. In het stuk staat dat de OVO volledig betrokken is. En als ik de reacties lees, dan heb ik daar mijn vraagtekens bij. Dus mijn vraag is van op welke wijze is de OVO betrokken, wanneer en hoe vaak zijn ze erbij betrokken. De tweede, voorzitter, van de betrokkenheid van de HVO. Dan snap ik dat die er volledig bij betrokken zijn, maar er zijn ook mensen die niet aangesloten zijn bij de HVO. En van ons de wens om die ook maximaal te betrekken bij de voortgang van het beleid. Ja, voorzitter, in eerste instantie hadden wij in de fractie het overleg, hadden we gezegd van ja, eigenlijk zou je, zeg maar, buiten die €500.000 om, zou je het stuk moeten parkeren totdat er bij de begroting geld, dat de financiën rond zijn. Want daar hebben we toch wel onze vraagtekens bij. En ik zou, volgens mij is het, als ik goed geïnformeerd ben, want ik was er niet bij, in de commissievergadering ook over gesproken, van hoe het college kijkt, zeg maar, naar zaken die een stuk zijn, die door derden uitgevoerd kunnen worden. Van heeft u er al een beeld van? En wat betekent dat voor de kosten? Dat was volgens mij, ja, tot zover in eerste termijn. Dank u wel. De fractie van D66, de heer De Vries Robles. Voorzitter, dank u wel. Laten we vaststellen dat D66 natuurlijk verheugd is over het feit dat er nu een actieplan ligt, want wij pleiten al enige jaren voor een centrummanager die eigenlijk zo'n actieplan zou moeten opleveren. Zonder centrummanager lukt het kennelijk ook. Dus laten we in ieder geval vaststellen dat we nu een actieplan hebben en dat we die punten ook voortvarend moeten gaan uitvoeren. Even misschien nog op de heer De Jonge die net had over de financiering zoals die hier voorgesteld wordt. Er staat volgens mij in het stuk heel duidelijk
dat er pas bij het vaststellen van de begroting sprake is van het feit dat wij de daadwerkelijke financiering ter beschikking stellen. En zo zou ik het ook graag willen houden, omdat wij namelijk volgens mij toch wel nog voor een complex proces rondom de begroting staan om die goed sluitend te krijgen. En het zou kunnen zijn dat we mogelijk een beroep moeten doen op een deel van die middelen om te kijken dat we hem ook structureel of langere termijn sluitend krijgen. Vandaar dat ik dat voorbehoud wil houden. Daarnaast zou ik graag, want er wordt in het plan namelijk ook gesproken over cofinanciering met andere partijen. En er is ook altijd een voorstel van een mogelijke BIS of een andere vorm van bijdrage van ondernemers in het centrum geweest. En ik zou wel graag zien dat we dan, tenminste ik hoop dat dat realiseerbaar is, dat we bij het indienen van de begroting ook daadwerkelijk zicht hebben of dat wel of niet een reële optie is. Dus ik verzoek eigenlijk aan de wethouder of het mogelijk is op het moment dat bij ons de begroting ingediend wordt, dat we dan ook een reëel zicht hebben of die cofinanciering op de manier zoals wij dat gedacht hadden, in ieder geval met een bepaalde heffing voor winkeliers in het centrum, ook daadwerkelijk tot stand kan komen. Want dat zou in ieder geval het draagvlak volgens mij voor de uitvoering kunnen vergroten. Als laatste wil ik nog een opmerking maken, want het plan bestaat uit een aantal componenten, waarvan er één in ieder geval vastgoedprojecten is. En een van die onderdelen die in dat vastgoedproject vaak benadrukt wordt, is het trekken van winkeliers uit de periferie naar het centrum, zodat er een compact winkelcentrum ontstaat. Een centrum van onder wat eigenlijk de belangrijkste winkelgroepen omvat. Maar D66 hecht er toch wel aan om te vermelden dat wij vinden dat een winkelier die zou willen herhuisvesten in het centrum, dat die zijn eigen commerciële overwegingen moet maken. En dat het niet de bedoeling is van gemeenschapsgeld om vestigingen in het centrum mogelijk te maken. Althans, zo zien wij dat. Wij vinden dus wel dat je daar eventueel kunt ondersteunen als je het hebt over heffingen die de gemeente instelt, omdat bijvoorbeeld er een ontheffing gegeven moet worden voor het planvorming op de plek. Dan kunnen we zeggen, nou, je zou de leges, daar zou je iets mee kunnen doen. Maar wij zijn echt tegen het feit dat we gemeenschapsgelden in zouden zetten om een winkelier uit te kopen en dan vestiging in het centrum mogelijk te maken. Dat zien wij niet als een begaanbare weg. Voor de rest zullen wij voor het plan stemmen. Dank wel, de fractie van de VVD, mevrouw Lagas. Dank wel, voorzitter. We zullen hem even recht draaien. Nou, wij zullen geen nieuws vertellen dat ook de fractie van de VVD blij is dat er nu een actieplan ligt. Het is belangrijk om aan de slag te gaan verder met het centrum. We willen wel nog graag even een aantal zaken onder uw aandacht brengen die we in de commissie al wel benoemd hebben, maar waar we toch echt even de nadruk op willen leggen. Dat is in ieder geval... Oh, dan vliegt hij weg. Even terug. Wij willen het heel graag duidelijk in beeld hebben straks bij de uitvoering van de projecten en de financiën die daarbij horen. Welke onderdelen nou specifiek een gemeentelijke investering zijn, welke een cofinanciering zijn en welke puur des ondernemers zijn. Ik hoorde bij andere fracties die opmerkingen ook al wel gemaakt worden. Er zijn gewoon een aantal zaken die niet op ons bordje liggen. Daar waar de gemeente ten alle tijde betrokken is bij investeringen of plannen die daar gemaakt moeten worden, willen wij ook heel graag met het ook al door andere partijen aangegeven dat ook niet georganiseerde partijen betrokken worden bij de planontwikkeling. En we hebben ook al bij de commissie aangegeven, en daar zouden we toch graag uw toezegging van hebben, dat op het moment dat er gesproken wordt over zaken als rondom het poorten van Ommen, dat dan ook eens gekeken wordt naar de burgers, hoe die daar tegenaan kijken. Dat zien we verder niet in het stuk terug, maar dat vinden wij wel belangrijk. Dan hebben wij, ik zal niet alles herhalen, want er heel veel dingen zijn al gezegd. Nogmaals uw aandacht voor, net werd gevraagd door D66 of u al met de begroting in beeld kunt brengen wat de haalbaarheidsgraad is van eventueel BIS of reclamebelasting. Nou, als u die inventarisatie nog niet rond heeft, dan denk ik dat dat een wishful thinking is. Dan kon het nog wel eens erg lastig zijn, maar misschien heeft u al wel een beeld, maar het is in ieder geval voor ons wel duidelijk dat we dat voor 2017 in de heffingen niet geregeld krijgen. Dus het zal een activiteit worden van 2017 en we gaan ervan uit dat u bij de begrotingsvoorstellen voor 2017 dan ook daar nog geen rekening mee kunt houden. Dus we zijn ook benieuwd naar de planning van activiteiten.
daarin. Voor wat betreft parkeren aan de oostkant, dat is een wat ons betreft een welkome aanvulling, maar wij hebben de commissie ook al aangegeven dat wij het ontzettend belangrijk vinden dat de uitvoering daarvan in overleg gaat met mensen die daar wonen. Die hebben daar ideeën over, dat hebben ze bij de inspraak ook al aangegeven. Even kijken. Nou, de uitgaven we moeten in verhouding zetten met de financiële positie, maar daar komen we met de begroting wel uit. En ik was ontzettend blij met dat de VOV, dat viel me net op, hun verkiezingsprogramma geschreven heeft voor het centrum zoals ze het geschreven hebben. En dat zij de onderdelen daarvan nu terugvinden hier in dit plan. Want dat is dan mooi, ik had nooit goed opgelet dan. Want wij hebben de vorige keer al gezegd bij de commissievergadering dat alle dingen die de afgelopen jaren al besproken zijn, wat we met het centrum willen, die komen hier nu mooi bij elkaar. Dus ik geef u achteraf nog een compliment dat u dat toen al zo mooi in uw verkiezingsprogramma had samengevat, wat daarvoor al een keertje op de agenda had gestaan. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. En ondertussen was de bliep bliep dat Herman Vinkers ereburger van de provincie Overijssel is geworden. Dus dan weten we dat ook allemaal weer hier. Ja, namens de gemeenteraad van Ommen van harte gefeliciteerd of die hier een keer gratis wil komen optreden, want dat past wel in deze ambiance. Terwijl meneer Moerman rustig naar voren loopt namens de Partij van de Arbeidsfractie. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. we kunnen hier heel kort over zijn. De commissie uiteraard wordt er geweest en is gewoon voorstander van het actieplan. Financiën komt in orde bij de begroting. We kunnen ons aansluiten bij de opmerking die de VVD daar ook over maakte. Wat is des gemeentes en wat is des ondernemers? Wel hebben wij vraagtekens bij de lang parkeerplaats aan de oostzijde. Bij de commissie ook voor- en tegenstanders gehoord. Er schijnt een structureel tekort te zijn aan parkeerplaatsen. De vraag is, het gaat alleen om de zomerperiode van 8 à 10 weken. Want buiten het toeristenseizoen zijn er meer dan voldoende parkeerplaatsen. Voorzitter, we willen toe naar een compact centrum. Als je nou een compact centrum hebt, dan moet je je afvragen of je dan twee grote clusters van parkeerplaatsen aan de oost- en aan de westzijde van onder moet maken. Waarom ga je dat niet concentreren op één parkeerplaats bij de voormars? En met de uitloop, bij de markt met de uitloop naar de voormars. Ten tweede is ook vanaf de zuidzijde de overmarkt ook een opmerking over het uitzicht. Als je dus die twee parkeerplaatsen maakt, ging niet vaar. Wij vragen ons af wat de noodzaak is. Is er een absolute noodzaak voor de lang parkeerplaats aan de oostzijde van Ommer? Wij hebben daar wel ernstige bedenkingen bij. Wat dat betreft was ook de insprekers die namens de Sobuzelstraat inspraken, daar konden wij ons in vinden. Verder hebben wij geen opmerking erover. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Kom ik naar de fractie van de LPO, de heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Ook wij kunnen ons aansluiten bij het feit dat wij verheugd zijn over de enthousiasme en de voortvarendheid om het centrum verder te vervolmaken. Daar zijn we zeer verheugd over. Ook verheugd over het feit dat er een groot aantal plannen, ideeën liggen om daar ook concreet aan te werken. En met de recente brief, de memo actieplan centrumontwikkeling om van de wethouder te Keurst, is voor ons het een en het ander ook nog duidelijker geworden. Hij vraagt om een stukje flexibilisering in de plannenmakerij en vooral in de plannenuitvoering. Nou, dat kunnen we zeer zeker onderstrepen. Daarbij dient zich wel een cruciale vraag aan. Hoe staat de Raad daarin? Want betekent dat wij, zoals een aantal collega's hebben gezegd, we willen geïnformeerd worden? Dat is leuk. Maar is het een informeren achteraf? Of wordt de Raad vooraf geconsulteerd en geraadpleegd in de zin van, er ligt nu een plan, noem maar wat een voorbeeld, een parkeerplan. Wordt dat aan de Raad voorgelegd? Of is het achteraf een rapportage, we hebben besloten tot een willekeurig voorbeeld? En als we het dan toch over de inhoud hebben, dan hebben we nog wel een aantal opmerkingen waar we toch wel zorg over hebben. Ik heb het al in de commissie aangegeven en gelukkig zijn er nu meerdere collega's, ook waaronder de Vries Robles, aangegeven van ja, het al dan niet gedwongen kunstmatig verhuizen van winkels
aan de periferie naar het centrum, kun je dat zomaar gaan, financieel gaan steunen? Wij denken van niet. Er zit ook een stukje eigen ondernemerschap in. En natuurlijk kun je ondersteunen, maar dat, om dat bedrijven volledig weg te kopen, lijkt ons niet echt haalbaar. Maar goed, daar kunnen we met elkaar over discussiëren. En een andere voorwaarde die ook een aantal collega's al hebben genoemd, is de financiering. Het ligt voor 1,3 miljoen totaal aan plannen. Dus tot nu toe een budgetruimte van ruim 5 ton. Wat gaan we daarvan realiseren? Welke wel en welke niet? En wat doen we als we met cofinanciering niet aan die 1,3 miljoen komen? Daar willen wij vooraf helderheid over hebben. Want anders wordt het een beetje van, ja, einde van het jaar moet de pet weer opgehouden worden. Van, ja, we komen nog wat tekort. Vooraf graag. Actief. Nou, parkeren hebben we het over gehad. Stimuleringsregeling. Parkeren nog één. Wat ons betreft zijn er meerdere opties denkbaar. Wij denken dat er ook varianten denkbaar zijn waarbij je aan de oostkant, ook op verzoek van het Streekmuseum, een aantal parkeerplaatsen op een structurele, nette manier uitbreidt. Naar bijvoorbeeld 20 of 25 of misschien nog iets meer. In overleg ook met de omgeving. Maar als het gaat om piekbelastingen voor wat betreft het parkeren, dan zijn er wat ons betreft ook andere opties bespreekbaar, waaronder de voormars, zoals een aantal collega's ook al hebben genoemd. En dat kan dan denk ik ook wat mooier ingepast worden dan als je om en binnenkomt rijden vanuit de oostkant, waarbij een gigantisch hoeveelheid blik het eerste aanblik is van de gemeente Ommen. Dat lijkt me niet wenselijk, of lijkt ons niet wenselijk. Maar daar kunnen we met elkaar over spreken, als we de kans krijgen als raad om vooraf de plannen goed te keuren. Dat was het in eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk naar de fractie van de ChristenUnie. Dat is de heer Wint. Dank, voorzitter. De ChristenUnie vindt het centrumplan op zich een mooi plan, waarvan de uitwerking ons centrum zou kunnen versterken. Maar ons is ook nog niet alles helder. En dus heeft de ChristenUnie nog wel een aantal vragen aan het college. Ons eerste punt gaat over het spiegelgeld. We nemen aan dat dit eigenlijk spiegelgeld is voor elk afzonderlijk actiepunt in dit plan. En dat er dus voor elk actiepunt een aparte spiegelgeldregeling komt. Of komt er een regeling voor het gehele plan? Dat is, graag zouden we daar wat meer inzicht in krijgen. Want wat de ChristenUnie betreft kunnen we alleen instemmen met het centrumplan als we een garantie krijgen dat er geen geld wordt uitgegeven zonder dat er spiegelgeld tegenover staat. We hopen dat het college die garantie wil en kan geven. Een ander punt waar we mee worstelen is het parkeren aan de oostzijde van Ommen. We zien dat er bij de betrokken partijen geen consensus is over de te kiezen oplossing. De OVO en de HVO die staan qua mening nagenoeg haaks op elkaar en ook de aanwonenden zijn niet gelukkig met dit plan. En in dat kader hebben we dan ook de volgende vragen. Hoe denkt het college bij alle betrokken partijen een draagvlak te creëren voor dit parkeerplan? En waarom wordt er niet gekozen voor een permanente inrichting van parkeerruimte die alleen in het hoogseizoen wordt opengesteld? Nu is het plan om een seizoensgebonden probleem met een structurele voorziening op te lossen. En dat is met name de aanwonenden een doorn in het oog. En vanwaar de urgentie die het college aan dit punt 25 geeft? Het volgende hoogseizoen is immers nog 3/4 jaar van ons verwijderd. Dus waarom kunnen we niet eerst de nieuwe verkeersvisie vaststellen en dan dit punt nog eens behandelen? Wij hebben namelijk sterke voorkeur voor het integraal behandelen van deze zaken. Afhankelijk van de beantwoording van onze vragen door het college zullen wij in tweede termijn mogelijk een amendement inbrengen dat we hebben voorbereid. En dat amendement betreft dan het parkeren aan de oostzijde van Ommen. Voorzitter, tot zover de eerste termijn. Dank u wel. Ik kijk of wethouder Ter Keurs namens het college de beantwoording kan doen of dat hij behoefte heeft aan een kort moment. Een cursus steno, ja, dat kan ook. Volgens mij is de crux dat iedereen wel op hoofdlijn het plan volgt, maar er wat vragen zijn met name ook over de betrokkenheid van de raad in het vervolg. Dus het is misschien wel goed om daar nog even een keer expliciet op in te gaan, hoewel dat ook in de commissie volgens mij wel aan de orde is geweest.
Wethouder Ter Kust. Ja, moet ik dat nou tot laatst bewaren wat u zei, of moet ik er gewoon mee beginnen en zeggen, nou, dat doen we niet. Als de raad hier een klap op geeft, dan gaan we gewoon ons gang. Allereerst al een hartelijk dank voor de positieve inbreng. Als er nog in meer verkiezingsprogramma's staat, hou ik me graag aanbevolen waar ik nog meer verkiezingsprogramma met beleid kan verenigen. Meneer Dunnewind, het is terecht wat u zegt ten aanzien van het risico cofinanciering. Dit plan staat en valt in grote lijnen met de cofinanciering. Laat ik het zo zeggen, meneer Bongers wees er ook op. Geen Duiten, geen Zwitsers. Er zijn een aantal dingen, meneer Wind, die wij gewoon voor onze rekening moeten nemen. Bijvoorbeeld aanleggen van een parkeervoorziening. Als daaruit provinciale middelen subsidie bij mogelijk is, graag. Ik wijs het niet af. Dat betekent dat er elders weer ruimte komt. Maar normaal gesproken is het aanleggen van een weg, mits het een ander doel dient, bijvoorbeeld verkeersveiligheid, dan is er de oude BDU-voorziening van toepassing. Maar een reguliere parkeerplaats betaal je gewoon uit je eigen middelen. Het wordt anders wanneer je ondernemers, en ten dele hebt u gelijk, meneer De Vries Robles, ten dele hebt u gelijk, dat is in aanvang een zaak van de ondernemer. Dat gaan wij als gemeente niet betalen. Maar als de ondernemer er net tegenaan zit en nog een klein zetje, bijvoorbeeld financieel, nodig heeft, en daarom is het ook een subsidieverordening, en ook de provincie kent dit soort subsidieverordeningen, dan moet dat mogelijk zijn. U hebt het al een keer gedaan ten aanzien van de gevelfonds. Mevrouw Lagasse zei wel, ja, achterstallig onderhoud, zo kun je er tegenaan kijken. Maar als u kijkt wat u bereikt heeft de vorige keer dat u het gevelfonds deed, en hoe mooi er panden bij liggen, dan zou ook anderen over de streep kunnen halen om met een stukje subsidie extra te gaan investeren. Dan ga ik even terug naar meneer Dunnewind. Handen en voeten geven, nou, daar zijn we druk mee bezig. Uit de boezem van het college kan ik u vertellen dat we al vooruitlopend op vaststelling van dit plan al de voorzitter uit hoofden van Economische Zaken al bezig is met nieuwvestiging op basis van dit plan. Iemand, een ondernemer van buiten, om die in omme te krijgen als aanvulling op wat de ontbrekende schakels binnen ons assortiment. En we zijn ook al bezig, bij de een zijn we verder dan bij de ander, met relocatie. Op het moment dat er handtekeningen zijn of dat het duidelijk is hoe of wat, zullen wij u onverwijld, hetzij middels een raadsbrief, hetzij hier mondeling, informeren. En natuurlijk gaan we u periodiek informeren ten aanzien van de voortgang van de projecten. Wat wel en wat niet kan, waar we het ene project voor het andere hebben ingewisseld. En het zou ook maar best kunnen zijn dat wanneer zich een subsidiemogelijkheid aandoet volgende week. Ja, volgende week is in GS aan de orde een plan voor centra, het verstevigen en versterken van centra, ook voor en door ondernemers, van 9,7 miljoen. Daar zit ik graag vooraan. Vandaar dat ik in de commissie al heb gezegd, we zijn 2 weken geleden zaterdag al aan tafel bij de provincie om ons plan in te dienen. Van dit is wat we, mits goedkeuring raad, graag willen gaan doen. En dat werd heel enthousiast ontvangen. Al krijg ik daar maar een 20ste deel van mee, dan is dat een substantieel bedrag om een centrum aan te pakken. Dan hebt u, meneer Dunnewind, over de locatie. Ligt die al vast? In principe ligt die zo goed als vast. En richting meneer Wind, ik neem het graag op me om bij de discussie over de verkeersvisie ook dit onderdeel mee te nemen. Want zowel uit de parkeerbalans, maar ook uit de wens en de ervaring van de ondernemers van het centrum, die ervaren met name aan de zuid- en de oostkant al sinds jaar en dag het gebrek aan een parkeerbron waar je langdurig kunt parkeren. En juist aan de oostkant wordt heel lang geparkeerd ten opzichte van, laat ik maar zeggen, de omgeving van de Jumbo. De mensen gaan naar de Jumbo, zijn met een half uur weer weg. 81% van wat daar parkeert is binnen een uur weg. Die gaan even naar de Jumbo, die gaan nog even naar de Rabobank en dan gaan ze weer naar huis. Aan de oostzijde is dat significant anders. Is dat significant anders. Dus vandaar dat we zeggen dat bronpunt bij de molen heel graag. Sluipverkeer, dat heb ik ook al in de commissie gezegd. Natuurlijk gaan we met die mensen in gesprek. En toen heb ik plagend gezegd, ik heb nog van die legoblokken uit het centrum, want die hebben daar inmiddels verwijderd. Die zouden daar naartoe kunnen, maar het plan wat u hebt aangegeven, dat heeft ook al eens iemand van de Ommer Molenstichting, heeft dat ook al eens een keer gezegd, van ja, graag daar parkeerplekken. Doe dat graag zo groen mogelijk. En ik zeg er toe dat ik een uiterste inspanning zal doen om binnen het budget wat we daarvoor geraamd hebben, zo rond de ton, het zo groen mogelijk inbedden. Dat wil zeggen met een beukenhaag achter iets. En wij gaan
niet meer parkeerplaatsen verharden, semi-verharden, want het wordt hetzelfde als bij de voormars, door de graskeien, niet meer verharden dan dat we in het hoogseizoen strikt noodzakelijk hebben. Dat zeg ik u toe. En ik had al gezegd dat we middels mondelinge mededelingen, raadsbrieven en de periodieke voorgangsrapportage u op de hoogte zullen houden. Nou, meneer de Jonge, ik ben heel blij dat ik in mijn korte bestaan hier in Ommen al een flinke bijdrage heb kunnen leveren aan uw verkiezingsprogramma. En dat is natuurlijk gekscherend en wij geven niet meer uit dan die 534.000 euro. Dat is echt de limiet. De rest moet komen uit cofinanciering. Ook vanuit de ondernemers zelf. We hebben gezegd, we geven ze de tijd. Vandaar dat ik nu nog niet kan zeggen hoeveel we gaan ophalen en wanneer precies dat helemaal rond is. Daar gaat wethouder Schelen over. Die is in overleg met zowel de ondernemers binnenstaat als ook met de OVO ten aanzien van hoe gaan we dat doen. OZB. Niet woningen zijnde en hoe gaan we dat doen ten aanzien van bijvoorbeeld een BIS. Daar kan ik nu nog geen klaarheid over geven en ik denk ook niet dat wij dat voor 10 november allemaal spits hebben. Maar op het moment dat we dat spits hebben, gaan we dat met u delen. U had het, meneer De Jonge, nog over de OVO. Het bestuurslid van de OVO, en dat is een makelaar, dus we hadden twee vliegen in één klap. Dan weet u denk ik wel wie ik bedoel. Die heeft alle vergaderingen, dat is Albert Dijkstra, die heeft alle vergaderingen bijgewoond die er zijn. Hij heeft alleen op een heel laat moment teruggekoppeld naar zijn achterban. En toen heeft zijn achterban gezegd van, we hebben nog wel een aantal opmerkingen, die nemen we mee in de projectgroep. Daarin zit ook de OVO, daarin zit ook de HVO en discussiëren we het uit. Wie trekt wat en wie is waarvoor verantwoordelijk en hoe gaan we dat aanvliegen? Dat heb ik ook in de commissie gezegd, we moeten een aantal zaken nog nader uitwerken. Die nader uitwerking volgt op detailniveau. Dus een overal planning, mevrouw Lagas, kan ik u op dit moment nog niet geven. Dat is een zaak van nader uitwerking. Hoe gaan we dat doen met de niet aangesloten ondernemers? Ja, die zijn er ook. Maar die hebben allemaal al een keer uitgenodigd. Ze waren er niet allemaal bij Tante Post. En zijn er ook geweest niet-OVO-leden. En die hebben kennis kunnen nemen van de plannen en er waren ook niet-OVO-leden die het mooie plannen vonden. Ik wil gaan nadenken over hoe ik dat goed moet borgen. Ik kan ze niet alle 30, 40, 50 uitnodigen, dan wordt het wel een hele grote groep. Maar misschien kunnen die mensen ook, als ze enigszins al georganiseerd zijn, of ze kunnen ook gewoon naar de OVO gaan van, joh, vertel ons eens even wat is nieuws. En we kunnen ook wel informatieavonden beleggen voor alle ondernemers van HVO-leden. Of een avond beleggen met de HVO, dat is dus weer participatief, meneer Leuwik. Waar staan we? Wat gaan we doen? En hoe willen we u daarbij betrekken? Maar dan voor de ondernemers van Ommen. Dan moet ik nog even over nadenken, meneer De Jonge, hoe ik dat precies ga aanvliegen. Maar zo'n vorm zou ik me heel goed kunnen voorstellen. En welke zaken zouden door derden kunnen worden uitgevoerd? Dat hebben we nog niet helemaal spits. We moeten per actieplan bepalen wie de karttrekker wordt en wie het gaat uitvoeren. En voor wiens rekening. Voor de rekening van de derden, voor de gezamenlijke rekening of voor de rekening van de gemeente. Eén ding is al wel helder. We zijn al heel ver met de Rabobank ten aanzien van de retail deal. En de Rabobank wil daarin graag in de lead zijn. En de Rabobank wil daar ook een voorstel voor doen op basis van het plan bij haar eigen fonds dat ze daarvoor heeft. Meneer De Vries, Robles. Correct. De middelen worden pas bij de begroting vastgesteld. Zo staat het ook in een stuk. Pas bij de begroting. Stelt u dat vast en pas bij de begroting weten we of we voldoende duiten hebben en dus ook voldoende switches kunnen organiseren. Cofinanciering, dat is het toevoer. 534 voor Ommen bij de begroting en de rest van die 1,3 miljoen moet gewoon uit cofinanciering komen. Als er dat niet komt, dan gaan bepaalde plannen dus gewoon niet door. Zo simpel is het. Ten aanzien van die commerciële overweging had ik het al aangevlogen. Mevrouw Lagas, duidelijk in beeld wie betaalt wat. Dat overzicht dat krijgt u, wordt nader uitgewerkt. De niet georganiseerde heb ik benoemd. Bij de poortfunctie, dat was een idee van meneer Leuwik in de commissie. Daarvan heb ik gezegd, dat is nou juist een item waar je een inloopavond voor zou kunnen organiseren. En dat ik toen zei van, maar als er niemand op, dat had een andere oorzaak. We hebben onlangs, hadden we een inloopavond voor buurt- en speeltuinverenigingen. En er was één aanmelding. En dan gaan we zoeken naar de juiste vorm wanneer het teleurstellend zou mogen zijn. De BIS is nog niet uitgekristalliseerd. Op het moment dat die er is, dan wordt u onmiddellijk geïnformeerd. En de flexibiliteit, daar hecht ik wel aan. En dank en de LPO dat u dat ook aangaf. Flexibiliteit. We zullen u daarover informeren.
Het kan zijn dat we het ene project heel snel moeten inruilen voor het andere, omdat we anders een subsidie misloopt. Ik ben gek op subsidiegeld, want daarmee hou ik meer geld over om andere zaken voor het centrum te realiseren. Lang parkeren Oost, dat heb ik al gezegd, is een lang gekoesterde wens van de ondernemers, met name aan de oostkant van het centrum. En uit de parkeerbalans blijkt ook, en we hebben het ook gezien met de Bissing bijvoorbeeld, dat een parkeerdrukpunt aan de oostzijde heel goed functioneert. Met die discussie ga ik graag mee aan bij de verkeersvisie. Ik denk dat ik heel veel van meneer Bongers ook al heb gehad. U zei nog, die verhuizing gaan we niet betalen. Nee, we gaan hem helemaal niet betalen. Mogelijk subsidiëren. Er zit nog één dingetje aan. Als het ondernemer die nu buiten het compacte centrum valt, wil verhuizen, dan zou je dat met een gesloten beurs kunnen doen. Dan moet daar wel ruimte in zijn, bijvoorbeeld in de woningbouwcontingenten, want je kunt heel makkelijk dan een winkel omzetten naar een woonfunctie. Dan gaat het zonder dat daar 1 euro aan te pas komt. We hebben nog enige ruimte, dus we zouden dat ondernemers die op het punt staan om die stap te maken, zouden we daarmee kunnen verleiden. Geen Duitsers, geen Zwitsers had ik al gezegd. Spiegelgeld, meneer Wint, ik noem dat cofinanciering. Niet alles komt in aanmerking voor cofinanciering. Daar waar het wel het geval is, verwachten wij, eisen wij ook cofinanciering, anders gaat gewoon het plan niet door. Zo simpel is het. Per activiteit gaan we dat voor u in beeld brengen. Komt u op de route. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Het was mooi dat de wet er nog even terugkwam op geen Duiten, geen Zwitsers. Want ik dacht, waar gaan we heen? Maar beide heren wethouders hebben ze ten doel gesteld om het aantal spreekwoorden en gezegd dat de burgemeester kent wat te vergroten. Dus op dinsdagmiddag krijg ik onderricht van de heren. Maar hier heeft de wethouder toch niet bij het rechte eind, want het is geen geld, geen Zwitsers. En dat komt omdat vroeger de Zwitserse huursoldaten zich door ieder leger lieten inhuren, maar wat wilden betalen. Maar goed, het is wel op de casus van toepassing, dus het is toch fijn dat we ook aan het eind van de avond nog verrijkt worden met zoveel kennis. Dat gezegd hebben, dan kunnen wij direct door met een tweede termijn, of heeft er iemand behoefte aan een schorsing? We kunnen direct door. Dan ga ik beginnen met de heer Dunnewind van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil de CDA de wethouder graag bedanken voor het beantwoorden van de vragen en de toezeggingen die hij heeft gedaan. En voor de rest ziet het CDA het als een kans en vindt het van belang dat er met de beschikbare middelen een aanvang wordt gemaakt met de centrumontwikkeling. Er is genoeg gepraat wat het CDA betreft en het is zoals het spreekwoord zegt, praatjes vullen geen gaatjes. Aan de slag dus. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, om aan te sluiten met de toezeggingen kunnen we ons zeer zeker vinden daar waar het gaat over het houden van een inloopavond waar ook zeg maar niet georganiseerden bij betrokken zijn. Maar ik zou graag wat meer toezeggingen hebben daar waar het gaat over de betrokkenheid van de raad bij de deelprojecten. En dan met name van buiten die 500.000 euro om, van dat de raad er zeker tijdig bij betrokken is en wellicht ook discussie kan voeren hier in dit. U schudt van nee, nou, maar ik hoor graag wat u straks te zeggen hebt. Maar in ieder geval zou ik daar graag tijdig bij betrokken willen zijn. Ja, voorzitter, en dan grapje of geen grapjes. Ik hoorde mevrouw Legas ook wat zeggen over het verkiezingsprogramma. Dat het al lang aan de orde geweest is, het zal allemaal wel. Maar dan zou ik graag aan mevrouw Legas willen vragen als even naar het verkiezingsprogramma wil kijken van wat daarin staat. Wat ook al voor 2014 aan de orde is geweest. En ik zag daar iets heel moois aan, voorzitter. Misschien dat ze ook nog eens kan kijken naar de toekomst. Want er staat een heel mooie zin in het verkiezingsprogramma, sluit ook wel aan bij de centrumvisie. Dat de wachttijden op de Hersen-Mühlersbrug verleden tijd zijn. Dus misschien kan nodig ik mevrouw Legas vooruit om daar ook eens naar te kijken van hoe vooruitziende blik zij daarin heeft. Voorzitter, tot slot. Want ik hoor D66 vragen om een BIS-achtige bijdrage. Ik heb begrepen dat de wethouder dat ook in de commissie heeft aangegeven dat hij die kant op wil. En hij schudt over ja. Daar ben ik wel zeer verrast over. Want als ik me goed herinner heb ik bij de kadernota daar een amendement over ingediend. Die door de gehele raad is afgewezen. Die sterker nog, die door het college is afgewezen. Dus ik ben zeer benieuwd van in welke verhouding dat staat. En ik wacht wel heel graag af, ook bij de begroting, van hoe dat uit gaat zien. Dat wordt wel een prettige discussie. Maar als je BIS-bijdragen er komen, dan zult u zeker ons daarin mee hebben. De heer De Vries-Robles, D66. Voorzitter, dank u wel.
Nou ja, dank aan de wethouder voor de beantwoording. Ik denk nog steeds dat mijn punt overeind blijft dat zelfs bij subsidieverlening je voorzichtig moet zijn dat je dat niet doet op een manier zodat anderen zich mogelijk gepasseerd kunnen voelen. En dat is eigenlijk de oorsprong waarom ik het argument naar voren breng. Dat je voorzichtig moet zijn met het bij verplaatsen van winkeliers veel geld ter beschikking stellen. Omdat er dan ook altijd winkeliers zijn die zich gepasseerd voelen. En die hadden daar misschien ook wel gebruik van willen maken. Maar die waren op dat moment niet in de omstandigheid. En dat is de reden dat ik ook mede zeg van daar moet je voorzichtig mee zijn. Ik wil nog even iets zeggen over het parkeren. We weten eigenlijk allemaal al dat ook in het vorige verkeersplan van de gemeente Ommen eigenlijk al een parkeervoorziening aan de oostzijde in de plannen zat. Of in ieder geval voorzien was. En ik denk dat ook van de zomer wel aangetoond is dat die plek ook wel in een behoefte voorziet. Ik ben blij dat u aangeeft dat u daarbij tot een zo maximaal groen mogelijke voorziening over wilt gaan. En dat u daarbij ook ervoor wilt zorgen dat daar niet een veel grotere voorziening aangelegd wordt dan echt als, laten we zeggen, lang parkeren behoefte aan is. Daar kunnen we natuurlijk in het nieuwe verkeersvisie goede tellingen voor verwachten, zodat we over aantallen kunnen praten met elkaar. Ik wil u nu wel even aangeven, gisteravond organiseerden wij een themaavond in de Vechtalhoeve. En de afslag nemend reed er voor mij de bestelauto van de pakketdienst van, volgens mij is het KPN of TNT, TNT tegenwoordig. PostNL. Die nam in ieder geval de weg over de grasvlakte naar de straat daarachter. Dat betekent dat er dus niet alleen door een parkeervoorziening daar mogelijk een sluipvoorziening is, maar dat dat op dit moment ook al het geval is. En ik zou erop willen wijzen dat ik eigenlijk zou vinden dat we daar nu al iets aan moeten doen. Want ik kan me terecht voorstellen dat de buurt daar grote bezwaren tegen heeft. Mevrouw Legas, VVD. Dank u wel, voorzitter. Volgens mij heeft de wethouder dat toegezegd, ook in de commissie al de vorige keer, over dat afsluiten van het grasveld, dat dat niet meer zou kunnen. Nou, ik heb verder niet zo heel veel opmerkingen meer, maar ik word natuurlijk door meneer De Jonge nog wel even uitgedaagd om te constateren dat het ook gelukt is. En verder hoef ik er niks over te zeggen. Dank u wel. De heer Moerman, Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter. Dank de wethouder voor de beantwoording. Heldere uiteenzetting inderdaad. We zijn een grote voorstander van het actieplan. We zijn vooralsnog geen voorstander van het zogenaamde project 25, het lang parkeren Ommen Oost. Nou goed, ik ben ook benieuwd of de ChristenUnie wat dat betreft nog een amendement of gaat indienen wat dat betreft. Wij zijn echter wel groot voorstander van het hele actieplan. En als we het toch over spreekwoord hebben, er staat een heel mooi spreekwoord in, boven de oude mannenhuispoort in Amsterdam. Dat gaat zo van in het Latijn homo sapien non urinat inventum. Dus daar wou ik maar even bij laten. Dus ik ga daar op dit moment maar dus niet tegen in. Een verstandig man tast niet tegen de wind in. Ja, er komt toch een boel los vanavond. Nu wij hier zijn, en de heer Bongers is eigenlijk aan het beurt, maar heeft hij nou een keramiek beeld voor zich staan? Of is dat iets anders? Het lijkt een platgeslagen koekoek, maar ik weet niet. Maar ik vind het wel mooi hoor. En dat allemaal onder supervisie van mevrouw Dijken, maar dat is toch wel de heer Bongers. Het is een cadeautje voor mijn vrouw, dus. Dat had je niet moeten zeggen, dat is een nieuwtje erop. Ja, ze kijkt niet mee. Wij danken de wethouder voor zijn toezeggingen om ons actief te betrekken en ook. Een aantal andere toezeggingen die voor wat betreft het eventueel verhuizen van bedrijven uit de periferie naar het centrum. Wij hopen wel dat het duurzame oplossingen zijn. Dat het niet is dat we ondernemers verleiden met een mooie optie en vervolgens is het na 2 jaar over. Ik hoop wel dat het voor langere termijn oplossingen zijn. En voor het overige willen we graag meedenken in de plannen die op ons afkomen. Dank u wel, de heer Wint, tenslotte. Voorzitter, dank u wel. Op zich zijn we wel tevreden over de beantwoording die de wethouder gedaan heeft.
Wij snappen inderdaad ook wel dat je inderdaad voor infrastructurele oplossingen geen spiegelgeld gaat vragen. Dat is op zich wel duidelijk. Alleen waar het ons om ging is dat het wat ons betreft niet de bedoeling is dat we nu die 5 ton gaan uitgeven. En dat er dan vervolgens gezegd wordt van ja, maar we konden geen spiegelgeld krijgen, dus dat is het dan. Nou, we hebben ook begrepen dat we dus eigenlijk de discussie over het parkeren aan de oostzijde eigenlijk nog gaan voeren. Dus, en dat ook de plannen daarvoor nog op tafel komen. Dus wat ons betreft is dan het amendement wat we voorbereid hadden nog een beetje voorbarig. Dus die houden we even achterwege. Mooi, dan is de raad rond geweest. Dan kan wethouder Ter Kuurs, denk ik, vrij kort in zijn tweede termijn zijn. Allereerst mijn dank voor de brede ondersteuning. Ik begreep die ene vraag van meneer De Jonge niet goed van buiten die 500.000 euro om. Bedoelt u daarmee van mocht er meer geld nodig zijn, dat het college dan bij de raad terugkomt? Dat is niet de bedoeling. 534 en daarmee houdt het gewoon op. Sommige zaken moeten voorzien worden van cofinanciering en als dat er niet is, dan gaan die plannen gewoon niet door. Nou, voorzitter, bij een interruptie dan. Wat ik bedoelde is dat wij graag bij alle deelprojecten betrokken worden en tijdig betrokken worden. Ik heb toegezegd dat we in ieder geval elk middel dat we hier kennen in Ommen zullen gebruiken om u te informeren. Het gaat me iets te ver om voor elke investering die we willen gaan doen. Kijk, als er een subsidieverordening is, die komt hier sowieso terug. Daar gaat u over. Als er een gevelsubsidie is, die komt hier. Als het is hoe gaan we bedrijven verplaatsen van de periferie naar het centrum en duurzaam, dat laat ik voor u uitzoeken, meneer Bongers. Daar hoort een verordening bij. Hoe ga je dat aanvliegen? Wie komt wanneer voor een duwtje, financieel duwtje in de rug en wie in aanmerking en wie komt wanneer voor het omzetten van een winkel naar een woonbestemming? Wie komt daarvoor aan bod? Dat moeten we gaan uitlijnen. Daarover gaat u. Het gaat mij iets te ver op het moment dat we met z'n allen op basis van de verkeersvisie tot de conclusie komen van ja, er moet een parkeerdrukpunt komen aan de oostzijde bij de molen. Dat ik dan nog eens een keer met een krediet en het hele spul hier moet doorkouwen. Maar daar waar het gepast en noodzakelijk is, komen we terug bij uw raad. Dat zonder meer. Ten aanzien van de BIS, waar u dan terecht de vinger bij legt, er zit één onderscheid. U had volgens mij destijds een voorstel voor een BIS voor de dekking van het totale financiële probleem. Deze BIS is sec en alleen, dan heb ik het verkeerd begrepen, maar deze BIS is sec en alleen voor het centrum, voor activiteiten in het centrum. Als u hem nog even naar het juiste e-mailadres wil sturen, hans.terkeurst@ommen.nl, dan ga ik dat morgen doen. Voorzitter, volgens mij was het e-mailadres perfect. Alleen de aanhef, waar ik nog even ja, toch met mijn gedachten zat bij Klaas, ergens in Groningen. Dus het e-mailadres is wel helder. Maar u kunt hem volgens mij, hè, want we er pragmatisch mee omgaan. U heeft een prachtige iPad en daar is hij in te vinden bij moties en abonnementen vanuit de VOV-fractie. Waarvan akte? Meneer de Vries Robles, ik heb van u voor gisteravond had ik een uitnodiging, maar toen had ik een diner te moesten kiezen en toen ging het diner voor. Ik laat even kijken. Ja, soms wil de maag ook wat. Ik laat even uitzoeken en ook vragen via de contactambtenaar hoe vaak het voorkomt. Want de inspreker gaf er 2 weken geleden ook al aan dat er sommige mensen zijn die ondanks dat we een prachtig wegennet hebben, toch over die groenstrook moeten om zo snel mogelijk van A naar B te kunnen. En ik heb het als grapje gezegd, ik heb nog betonblokken, maar desnoods zetten we gewoon tijdelijk, want het moet groen worden, zetten we daar die betonblokken neer, zodat er een auto niet over dat grasveldje even snel naar de koe voor de weg. Ik denk dat iedereen die daar langs rijdt inmiddels kan constateren dat het al een zanderig karrenspoor aan het worden is. Voorzitter, als je dan ook nog een interruptie mag doen, dan zou ik adviseren om te kijken naar de wachttijden op de Vechtbrug. Want als we daar vanaf zijn, is het probleem van het sluipverkeer ook over. Zo wordt het toch nog een verkeersdiscussie en dat wou ik maar voorkomen. Ja, maar nou ben ik ook ervaringsdeskundige, want dankzij de ontheffing waarvan ik opnieuw gebruik mag maken een jaar lang, kom ik tenminste 5 keer in de week over die brug. En ik vind het reuze mee, of ik ben te vroeg of ik ben te laat. Maar ik merk het niet, maar even zonder gekheid. We laten even inventariseren wat er nou precies gebeurt. En desnoods zetten we die Lego-blokken die uit het centrum verwijderd zijn, daar neer, zodat men in ieder geval die route niet meer kan nemen om even snel
achterlangs langs de Univé, zou ik maar zeggen, te schieten. Lang parkeren had ik al toegezegd. En goed dat meneer Wint dat u dat ook aangaf. Dat komt bij de verkeersvisie. En dan zal ik ook even vragen of ze in ieder geval de conclusies van het onderzoek, van het verkeerskundig onderzoek ten aanzien van de parkeerbalans, u zo spoedig mogelijk toe willen zenden. Wil ik even via Bram dan vragen of we dat bij de commissie en raadsleden kunnen krijgen. Want er ligt al een conclusie naar aanleiding van het gehouden parkeerdrukonderzoek. En meneer Bongers, ik had u toegezegd, ik laat uitzoeken hoe we dat kunnen borgen dat mensen duurzaam verhuizen. Dus niet even van een omkatten van bestemming, dan wel van een subsidieregeling gebruik maken om vervolgens toch het jaar erop met pensioen te gaan. Nee, het moet ook duurzaam zijn. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan zou ik in stemming willen brengen het voorstel zoals het voorlegt. Ik heb de indruk dat iedereen met alle mitsen en maren en toezeggingen die gedaan zijn zou kunnen instemmen. Maar ik check het even, wie is voor het voorstel zoals het voorligt. Dat is de gehele raad. Dan heeft u al dus besloten en is hierover het laatste woord niet gezegd. Want dat hebben we met elkaar ook geconstateerd omdat we hier nog weer over komen te spreken op punten en komma's. Dan kom ik bij een niet onbelangrijk agendapunt voor vanavond, waarover ook in de commissie al uitvoerig van gedachten is gewisseld. Namelijk de nominatie voor de koloniën van weldadigheid. En ik kijk even wie over hier het woord wenst. VOV en de LPO. En de VVD, sorry mevrouw Schunselaar. Dan laat ik eens met mevrouw Schunselaar beginnen. Dank u wel, voorzitter. Ik ga even terug naar de geschiedenis om dan te komen tot waar we nu staan. En dat doe ik wel heel bewust. In het jaar 2000 en in 2007 heeft de Raad desgevraagd een advies uitgebracht aan de minister om het betreffende gebied aan te wijzen als beschermd gebied. En dat was ook een voorwaarde om kans te maken om op de UNESCO-lijst te komen. We weten, het gebied is in de loop der tijd iets verkleind na zorgvuldig betrekken van omwonenden en belangstellenden. Dit is een mooi en een goed proces geweest. Toont ook aan dat de inbreng van deze groepen zeer belangrijk is voor het creëren van draagvlak. Het traject van een aantal jaren van deze ontwikkeling en het proces waarbij het beschikbaar stellen van de financiële middelen voor de eerste fase en voor de tweede fase, dat is een langdurig traject geweest. En we staan nu op het punt waar we nu staan. Gaan we verder of stopt hier het verhaal? Vandaar ook even mijn aanloop. We zijn er al zo lang mee bezig. Als het verhaal stopt, als we dat vanavond zouden besluiten, dat betekent dan dat er geen nominatiedossier wordt ingediend bij UNESCO. En dat betekent dan ook dat de kans om op deze erfgoedlijst te komen verkeken is. Het is helder, de VVD-fractie wil deze weg niet inslaan, maar we hebben wel enige kanttekeningen. De VVD-fractie acht de jaarlijkse bijdrage van €7500 aan de landelijke organisatie hoog. En is bezorgd over de toch wel wat stroperigheid van deze organisatie. En als we het dossier zien wat we gelukkig niet in papieren versie hebben aangereikt gekregen, maar digitaal, een dossier van 252 pagina's, dan zegt dat voor ons al heel veel. We zullen dan ook zeer kritisch zijn bij welke rapportage dan ook, bijvoorbeeld tussenrapportages, jaarrekeningen of wat dan ook, als wij die moeten beoordelen. Voorzitter, mocht de uiteindelijke plaatsing op de lijst niet doorgaan, dan wil dit niet zeggen dat de betreffende middelen automatisch bestemd kunnen worden voor welk ander doel dan ook. De wethouder heeft in de commissievergadering daar iets over gezegd, iets over uitgelaten, en daarom toch even deze kanttekening. Met de bijdrage voor het lokale deel van Ommeschans, van de Ommeschans, is een bedrag gemoeid van €15.000 en de verdeling is Ommen Hardenberg. Dat betekent €7500 structureel voor Ommen. Dat is op zich geen probleem, hoewel we ons goed beseffen dat Ommen in alle opzichten ontzettend goed moet letten op de financiële middelen. Dus bij welke wijziging dan ook in het hele proces
wil de VVD-fractie de mogelijkheid hebben om dit alles weer goed onder de loep te nemen. Kortom, voor wat betreft de VVD-fractie kan de geschiedenis van Ommerschans doorgaan met wel met de door ons gemaakte kanttekeningen. Dank u, voorzitter. Dank u wel, de fractie van de VOV, de heer De Jonge. Ja, voorzitter, op zich vinden wij dit een prachtig plan. We zijn ook zeer verheugd dat we daar uitgebreid bij betrokken zijn de afgelopen jaren en zelfs een prachtige rondleiding hebben gehad. Echter, de VOV-fractie die zit heel erg in de maag, ook gezien de financiële situatie van Ommen, dat wij 15.000 euro moeten ophoesten. Het staat dan een beetje verpakt in het stuk van twee keer 15.000 euro opgesplitst en een keer 75. Het staat specifiek Ommen betaald 7500, maar het is twee keer 7500. En wanneer wij 75.000 euro als gemeente moeten ophoesten voor dit project, dan zullen wij, en dat zullen we straks ook merken, om die reden tegenstemmen. De fractie van de LPO, de heer Remmers. Ja, voorzitter, dank u wel. Zoals we in de eerdere bijdrage ook al hebben aangegeven, is de LPO bijzonder te spreken hoe deze nominatie tot stand is gekomen. Een nominatie van Ommerschans, waarbij alle betrokken zijn geweest en op een goed overleg en is er een voorstel wat onze instemming wel heeft. Wij zien de mogelijkheden wel van deze UNESCO-nominatie. Als we nu al kijken wat het aantal bezoekers wat er nu al trekt, laat staan als het straks op de UNESCO-lijst staat. Dat moet in toeristische zin toch zeker een impuls kunnen geven. Nogmaals, en de voorgaande sprekers hebben het ook al aangegeven, nogmaals moet ons van het hart dat de structurele bijdrage van 15.000 euro niet in ons verwachtingspatroon zat. We hadden daar graag vooraf over geïnformeerd geworden. We snappen de noodzaak, zeker gezien de uitleg die daar vorige keer over gegeven is in de commissie. Maar we willen toch maar even aan refereren dat we ook een andere culturele publiekstrekker voor ongeveer hetzelfde bedrag de nek om hebben gedraaid. Al met al steunen we de nominatie, hopen we op een snelle erkenning van de culturele waarde van de Ommerschans. Tot zover. Dank u wel. Ik kijk nog even of anderen ook het woord wensen. De heer De Vries Robles, D66. Ja, nu doet hij het wel. Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat het bijzonder zal zijn als dit daadwerkelijk door de UNESCO tot werelderfgoed verklaard wordt. En ik denk ook dat dat een zo bijzonder sociaal experiment van 200 jaar geleden ook waardig is om dat te verkrijgen. En het maakt Ommen nog zeker unieker als we daarmee ook een onderdeel daarvan in de gemeente Ommen hebben. Dus wat dat betreft zijn we een grote voorstander. Ook wij vinden wel dat 15.000 euro structureel op jaarbasis natuurlijk een fix bedrag is. Maar als we bedenken dat dat ongeveer 1 euro per inwoner is, dan denk ik dat we dat voor zoiets unieks wel over kunnen hebben. Dus in die zin gaan wij daar mee akkoord. En ik denk als je in de orde van de Taj Mahal mee kunt spelen op deze wereld, dat is namelijk ook een UNESCO-erfgoedonderdeel, dan denk ik dat je toch wel bijzonder bent en dat is denk ik om en zeker waard. Verder wil ik nog graag onze ex-wethouder, de heer Klaas Smit, feliciteren dat zijn gemeente Noorderveld volgens mij een dag geleden al akkoord gegaan is, unaniem als raad. Dank u wel. Dan denk ik dat we alle woordvoeringen gehad hebben. In eerste termijn kom ik bij wethouder Schelen namens het college. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de heer De Vries Robes het wel mooi verwoord heeft. Het is inderdaad een bijzonder sociaal experiment waarmee Ommen zich inderdaad op de kaart zet en zelfs op een wereldkaart. En ja, dat gaat wat kosten. Maar wij denken dat dat een zeer te verdedigen kostenpost is. En dat is niet alleen vanwege de waarde van dat gebied, maar ook juist het proces wat we meegemaakt hebben en wat je ziet dat zoveel partijen hieraan meegewerkt hebben. En dat heeft ook geleid tot het goede resultaat. Ik denk ook echt dat wij zonder de vereniging en zonder de LTO's en de plaatselijke belangen niet tot zo'n goed resultaat hadden kunnen komen. Dus ook veel dank aan hen. Natuurlijk is 15.000 euro een stevig bedrag. Ik snap mevrouw Schunselaar wel, ze zegt van goh, die 7500 die dan voor dat landelijke nodig is, dat is best een bedrag. Dat is waar, het
komt ook stroperig over. Maar aan de andere kant, je moet wel voldoen aan strikte internationale regels. Want het gaat wel over iets als je een werelderfgoed wordt. Dan moet je echt aan heel veel verschillende eisen voldoen. Dat moet je ongelooflijk goed motiveren. Ja, en wil je dat goed over tafel krijgen, dan heb je externe expertise nodig. Dan heb je rapportages nodig in een veelvoud, inderdaad. Ja, en dat kost inderdaad wat. Wat dat betreft kun je me ook omdraaien. Misschien, we zijn toch met de spreekwoorden en dergelijke bezig, zitten we voor een dubbeltje op de eerste rang. En voor de goede orde, ik mag wel verklappen uit het college dat de burgemeester niet een les krijgt in spreekwoorden, maar ook vooral in bijbelkennis. Dan, mevrouw Schunselaar, u had nog de opmerking over als het niet doorgaat, wat dan? Nou, dat is inderdaad iets waar we dus niet van uitgaan. Het is al gezegd, Noorderveld is akkoord, andere gemeenten zijn ook positief. Ook de Belgische partners zijn zeer positief. En ik ga er echt van uit dat dit doorgaat. En met andere woorden, we gaan gewoon na de jaarwisseling naar de Lichtstad. En dat is dus niet Eindhoven. Ik denk dat we hier echt een heel belangrijk besluit gaan nemen. En ik wil u er nogmaals op wijzen dat dit weliswaar geld kost. Maar ik wijs u ook op de enorme investeringen die anderen zich getroosten. Ik wijs bijvoorbeeld op de fantastische bijdrage van Staatsbosbeheer, die dit gebied op een geweldige manier aan het ontginnen is. Daar gaat heel veel geld in om. Wat dat betreft ook is de bijdrage van Ommen echt zeer beperkt. Dus nogmaals dank voor alle steun. En ik denk dat we hier Ommen op een hele mooie manier op de kaart zetten. Dank u wel. En zo hadden wij afgelopen dinsdag bij de kop. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En wie weet waar dit vandaan komt, die gaat door voor de wasmachine vanavond. Een tweede termijn. Dat is niet aan de orde. Mag ik dan... Ach, mevrouw Schunselaar. Ik kan er ook nog niks aan doen, maar kleins ziet men wel eens over het hoofd. Maar goed... Dat is ook een uitdrukking, hè? ik heb het nog even. Ik wil toch nog even terugkomen op die 7500 structureel. Ik meen dat ik de wethouder heb horen zeggen dat het eenmalig is. Nee, het is structureel. En wat wij graag willen weten is gewoon wat doet die organisatie daardoor? Ik snap best om op die lijst te komen. Daar heb je heel veel. Is heel veel tijd en heel veel energie voor nodig. En ik heb dat ook geleerd. Niet de 252 pagina's, maar wel de krenten eruit gehaald. Maar die 7500 die we aan de landelijke organisatie of aan de UNESCO bijdragen, wat wordt daarvoor gedaan? Want het is wel iets wat elk jaar terugkomt. En daarom kom ik ook dat ik zeg van ja, als er jaarrekening komen of wat dan ook, dan zullen wij heel kritisch daarover zijn. Ik weet wel. Besef wel, als we ja zeggen en we komen op de lijst, en u heeft alle vertrouwen dat het gaat gebeuren. Ik heb altijd nog zoiets, ik moet het nog even weer zien. He, dat is niet doemdenken, maar het is wel realistisch zijn. Maar als dat gebeurt, dan zitten wij ook jaarlijks vast aan die 7500 euro aan de landelijke of de internationale organisatie. Dus daar nog graag een reactie van de wethouder. Wethouder Schelen kan vanaf hier ook inderdaad. Ja, voorzitter. Kijk, het is natuurlijk een heel proces om op die lijst te komen. Maar het is ook een belangrijk iets om op die lijst te blijven. Op het moment dat je een werelderfgoed wordt, dan moet je ook voldoen aan bepaalde standaarden, vaste rapportages en metingen. En dat kost ook geld. Maar ik zeg u graag toe dat we nauwlettend zullen bewaken dat het geld ook goed wordt besteed. Als het minder kan, dan ben ik natuurlijk de eerste die dat zal gaan inbrengen. Dank u wel. Dan denk ik dat wij dit besproken hebben. En kijk ik of u kunt instemmen met het voorstel zo is gedaan. Wie is voor het voorstel? Ik heb nog een stemverklaring. Heer Dunnewind, stemverklaring. Heer Dunnewind. Het CDA is blij, zeg maar, dat het voorstel zo op tafel ligt. Nou, aanvankelijk toch wat misschien was vroeg begin. Later met de nodige mensen om de tafel gezeten dat de flow erin gekomen is.
En zeker in een internationale omgeving waarin dit moet gaan plaatsvinden, hebben we heel veel waardering voor al het werk wat geleverd is en hopen oprecht dat daarmee het culturele erfgoed van de Ommerschans voorgoed behouden blijft. Dank u wel. Dank u wel, de heer De Jonge. Ja, voorzitter, ik had het in mijn eerste termijn al een beetje aangegeven. Wij vinden het een prachtig project, maar de financiering die houdt ons tegen. Want wij denken dat we dat geld hier in Ommen veel beter kunnen gebruiken. En we hebben op andere cultuurparels behoorlijk bezuinigd. En de investering van het geld in de langlopende termijn houdt ons zeker tegen. Anderen niet, dan ga ik over tot de stemming. Wie is voor het voorstel? Het zijn de fracties van CDA, D66, VVD, Partij van de Arbeid, LPO en de ChristenUnie. En de fractie van de VOV stemt tegen. Dan is het voorstel aangenomen. Kom ik bij het laatste punt van deze avond. De tussenevaluatie armoedebeleidsplan. Die is, dacht ik, op verzoek van de fractie van de VOV hier nog geagendeerd. Of is dat mijn verbeelding? Dat is de kolonie. Nee, dat was de kolonie. Sorry. Wie wenst hierover het woord? Oh, dat zijn er meerdere. Dan begin ik bij de heer Moerman, Partij van de Actie. Actie? Partij van de Actie. Ja, dat gaat allemaal fout vanavond. Nou. De heer Moerman, Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, inderdaad, op dit beginnende punt betreft zijn we zeker Partij van de Actie. Dus dat heeft hij bijzonder goed gezien. Dank voor de heldere uiteenzetting in deze evaluatie. Bijzonder goed stuk, goed leesbaar, duidelijk helder. We kunnen instemmen met de voorstellen zoals die zijn verwoord. We structureel ondersteunen met €5.000 ten aanzien van preventieve activiteiten. En de verlaging van de leeftijd van het jeugdsportfonds van 6 naar 5 jaar. Voorzitter, dit is inderdaad een heel goed leesbaar stuk. En vooral waarom? Omdat dit in samenwerking met maatschappelijke partners tot stand is gekomen. Zoals bijvoorbeeld de Stichting Ommen Samen Sterk. En dat zijn per slot van rekening de ervaringsdeskundigen. In de commissie hebben we al enkele vragen gesteld over de langdurigheidstoeslag. Dank voor de beantwoording en we zullen dan ook bij de begrotingsbehandeling hier ook zeker op terugkomen. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk even verder welke andere fracties. De fractie van de VVD, mevrouw Schunselaar. Dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie is ook blij met deze tussenevaluatie. Altijd goed om achterom te kijken en dan ook doortrekken naar voren toe. De voorstellen, raadsvoorstellen, zijn we mee akkoord. We zijn ook blij met de reactie van de participatieraad. Zorgen zijn er wel voor de verwachte stijging van de mensen die in de bijstand, in de bijzondere bijstand komen. En belangrijk hierin is dit goed in beeld te krijgen, te houden en hierop waar mogelijk op te sturen. Ik heb het in de commissievergadering ook gezegd, ik wil het toch nog wel weer benadrukken. In de tussenevaluatie wordt heel veel uitgegaan van kinderen. Het rapport zegt op een gegeven moment natuurlijk zo, kinderen voorop. En op zich daar is niets mis mee. Maar de VVD vraagt ook nadrukkelijk aandacht voor actie, voor de ouderen die toch ook in de financiële problemen komen, zijn of dreigen te komen. En de vraag hiervoor is dan ook aan de wethouder, wat gaat u hieraan doen? Dank u wel. De fractie van D66, de heer Morris. Meneer de voorzitter, ook wij zijn uiteraard heel erg blij. Maar D66 wil graag altijd voorkomen dat we het kind met het badwater weggooien. En dan kom ik terug op wat in de commissievergadering is gezegd over het schoolzwemmen of het babyzwemmen. We hebben een overzicht gekregen van de portefeuillehouder waar precies in staat welke kosten een kaart kost, et cetera. Maar we denken dat er toch nog wel iets meer aan vast zit, namelijk ook het stimuleren van contacten tussen burgers, tussen moeders, van hoe kan je nou omgaan met weinig geld. En dat zou dus zeker ook nog wel een toegevoegde waarde kunnen hebben, juist op die jonge leeftijd van de kinderen. En dat geeft dan een extra gevoel van welbehagen, is ook een stuk van het beleid. We vragen dus de portefeuillehouder dat om er niet van uit te gaan dat met het beantwoorden van deze vragen hij gedetacheerd zal zijn van de toezegging, om daardoor dieper nog even erin te kijken. En tijdens de begroting zullen we terugkomen over de verdeling. Dank u wel. De fractie van de VOV, de heer Middelkamp.
voorzitter. Dank u wel. Voorzitter, een veelgebruikt gezegde is: voorkomen is beter dan genezen. En daarmee doelen we op het feit dat er voor de jeugdigen in Ommen een mooi preventieprogramma is opgezet. Daar hebben we in de commissie wat aanvullende vragen over gesteld. Die zijn ook naar tevredenheid beantwoord. Dus dat is wat de VOV betreft prima. Wat preventie bij ouderen betreft, hebben wij wat omissies gemeend te ontdekken. En dat sluit een beetje aan bij wat mevrouw Schunselaar ook al memoreerde. We hebben daar bij de mensen van Humanitas en bij de medewerkers van de bestuursdienst Ommen Hardenberg wat navraag naar gedaan. En we hebben specifiek gezocht naar de doelgroep ouderen die in één of meer, in enigszins of meerdere mate of mindere mate wat laaggeletterd zouden kunnen zijn. Wat moeite hebben met de online wereld waarin zorgtoeslagen, huurtoeslagen, oudertoeslagen, etc. Online moeten worden aangevraagd. En daarmee ook nog eens een keertje in de situatie zouden kunnen belanden dat er in een AOW-gat tussen van 65 naar 67... er een financieel probleem dreigt te ontstaan. De antwoorden van Humanitas en de mensen van de bestuursdienst Ommen Hardenberg hebben ons niet helemaal gerustgesteld. Voor een gedeelte lijkt deze doelgroep in beeld. En dat is de doelgroep die de weg naar de kerk weet te bewandelen. En via de kerkelijke ondersteuning er vaak deze mensen de helpende hand wordt geboden. Maar het is niet zo dat iedereen die weg kent. En het zou ons lief zijn, voorzitter, als de wethouder kan toezeggen dat met name deze groep, oudere mensen die in een AOW-gat dreigen terecht te vallen, terecht te komen, die laaggeletterd zijn of in enige mate daar last van hebben, et cetera, dat die in beeld gebracht worden en dat daar ook een preventieprogramma op wordt toegepast. Daarnaast, voorzitter, hebben we gezien dat de intake van de GKB naar de BOH gaat verhuizen. Dat doen we in de vorm van een pilot. De kosten daarvoor zijn nu €82.000 en dat blijft ook zo. Omdat we in de pilot in de overgang specialistische kennis gaan inhuren. En daarnaast ook nog wat werkprocessen moeten inrichten. En al met al is de optelsom daarvan precies wat we nu ook al kwijt zijn. Het is overigens een structurele activiteit. En structureel dit bedrag inhuren, voorzitter, dat is iets wat de gemeente Ommen jaarlijks pijn doet. En als we weten dat er binnen de BOH nog een aantal mensen, medewerkers, beschikbaar zou kunnen zijn die dit zou kunnen leren in de vorm van een stage- of leertraject, dan zouden we heel graag van de wethouder horen of u dat met ons eens bent en of het goed is om, zodra dit project wordt aangezet en de overdracht van de intake wordt in gang gezet, dat het gepaard gaat met het direct opschalen van mensen uit de BOH die dat in de toekomst, mocht dit een succesvol project worden, die dat in de toekomst voor Ommen en Hardenberg kunnen gaan oppakken. De intake zelf, voorzitter, en dat is een kleine vraag, maar die is nog steeds ook bij navraag bij de BOH niet wat ons betreft toereikend beantwoord. De intake levert jaarlijks 2,5% aan voordeel op. En dat is een raming, dat is een schatting, maar we hebben erom gevraagd en dat is de best guess voor dit moment. Dat is 2,5% van iets, van een bepaald budget. En we hebben een rekenvoorbeeld genomen. Als dat het totale armoedebudget is, dan komen wij uit op een bedrag van €12.000. Maar of dat de daadwerkelijke te voorziene besparing is naar de toekomst toe, of dat het een ander bedrag zou zijn, dat zouden we toch graag van u willen horen. Want afhankelijk van waar je die 2,5% op loslaat, komt er een uitkomst. En die horen we nog even graag van u. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel. De fractie van het CDA nog op dit punt. Mevrouw Makkega. Ja, als het goed is doet hij niet. Voorzitter, tijdens de commissievergadering heeft het CDA ook al de complimenten gegeven voor deze tussenevaluatie. En ook het actief betrekken van de stichting Ommen Samen Sterk. En die complimenten willen we hier graag herhalen. En om in de spreekwoorden te blijven, een goed begin is het halve werk. Dat zien we dus hier. Met het voorstel dat voor ligt, daar kan het CDA instemmen. We hebben nog wel een paar opmerkingen ten aanzien van de aanvullende informatie die we hebben ontvangen. Daarin staat onder andere als het gaat over die aanvullende verzekering. En dan geeft het college aan van dat eigenlijk de voorkeur gaat om, als het gaat om het eigen risico voor dat aanvullende optieme
optimaal aanvullen 3, dat dat de meest wenselijke invulling is. Wij vinden dat Zilveren Kruis ons inziet hier ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. En wat ons betreft mag u daar ook Zilveren Kruis op aanspreken. We horen nog wel graag van de wethouder of hij kans van of deze dat aanspreken realistisch is en kans van slagen heeft. Tweede punt, dat gaat over die preventie en vooral die voorlichting op de scholen. Prima om dat zo in te zetten. Wat wij ons wel afvroegen van, hier wordt gesproken over het maken van een eigen DVD. Als u kijkt naar Nibud, die heeft ook heel veel materiaal op dit gebied, ook voor scholen en middelbare scholen. En nou, we zouden eigenlijk willen adviseren om daar ook gebruik van te maken, dus niet wielen opnieuw uitvinden die er misschien elders al liggen. En de verlaging van wat betreft babyzwemmen of zwemmen voor kinderen na 5 jaar, prima. En u geeft nog aan, er wordt nog verder onderzoek gedaan bij punt 7. En we zijn eigenlijk wel benieuwd wanneer we daar de resultaten van kunnen verwachten. Het punt van ouderen is net ook al een paar keer genoemd. En ook daar hebben we op andere manier als eerder aandacht voor gevraagd als het gaat om de eigen bijdrage. Dus daar ga ik verder niet op in. Dank u wel. Wel. Ik kijk nog of de fractie van de ChristenUnie nog op dit punt iets wil toevoegen. Niet de fractie LPO. De heer Bongers. Wie zwijgt, stemt toe. Dank u wel. Nou, ik denk dat we een mooie overzicht hebben bereikt vanavond. Wethouder Schelen. Ja, voorzitter, u zei al, kunt u het kort houden? Nou ja, het is eigenlijk een onderwerp waar ik eigenlijk niet kort over wil zijn, maar ik snap het, gelet op het tijdstip. Dan ga ik toch mijn best daarvoor doen. Allereerst natuurlijk veel dank voor de complimenten over het stuk. Er is inderdaad hard gewerkt door de ambtenaren om dit een leesbaar stuk te laten zijn. En het college deelt uw opvatting dat dat gelukt is. Heer Moerman, u komt nog terug bij de begroting over de langdurigheidstoeslag. We hebben berekend wat het is, dus dat zien we wel tegemoet. Mevrouw Schunselaar, u heeft zorgen over de bijzondere bijstand en die zorgen die delen wij. Juist, kijk, bijzondere bijstand is mooi dat het een compensatie is voor heel veel verschillende zaken. Maar voor je het weet wordt het een totaal afvalputje en, ja, en dan loopt het inderdaad uit de hand. Dus inderdaad, dat moeten we monitoren, daar moeten we bij blijven. U vroeg ook specifiek aandacht voor de ouderen. Nou, in de commissie heb ik al gezegd, die zorg die deel ik met u. Het is niet zozeer verwoord hoor in het plan, maar het is er wel degelijk. Ik noem u één voorbeeld. Er wordt zeer gericht ook ouderenondersteuning bij Baliewerk hier gericht. Ook laaggeletterden trouwens richting de heer Middelkamp. Bijvoorbeeld bij het invullen van kwijtscheldingsformulieren. Maar ik denk dat dit zeker een punt is, zeker omdat een aantal van u het uit heeft genoemd, dat we daar een volgende keer ook wat breder over gaan op ingaan. Dan de heer Moors had het nog over het babyzwemmen. U komt er bij de begroting op terug. Overigens is er wel degelijk ook veel sociaal contact mogelijk door, het is ook al genoemd, door de Om en Samen Sterk. Die hebben onlangs een oudercafé voor jonge moeders geopend. En nou, dat begint ook aan te lopen, dus dat is zeker een heel mooi initiatief. En waar dat nodig is, dan ondersteunen we dat natuurlijk ook. Dan de heer Middelkamp. Nou, u noemde het al, het punt van de ouderen en de preventie in de laaggeletterdheid. Ik heb dit voorbeeld ook al gegeven. U noemde ook het punt van de AOW-gat. En ik denk dat u daar echt een punt te pakken heeft. Dus dat is wat mij betreft ook wel een item waar we de komende tijd zo wat studie op moeten plegen. Want u heeft groot gelijk dat via het vangnet van de kerken, het diaconale werk, er inderdaad voorzieningen zijn. Ik ben ook over zeer blij dat de kerken nu echt ook meedoen. Hè. Onlangs hebben we wederom 2 nieuwe kerken meegedaan met het convenant om armoede vrij. Maar daarmee hebben we niet de hele doelgroep te pakken. Dus dit is zeker een item. Er is een stukje, er is inderdaad een gat tussen de 65 en de daadwerkelijke pensioenregeling. Dus wij moeten daar inderdaad mee aan de slag. Dus daar gaan we een onderwerp van een studie van maken. Dank voor uw suggestie. Dan vroeg u nog naar de pilot, de intake, de 82.000. Allereerst even, goh, als we dit doen, hè, kijk even binnen de BOH of daar geschikte mensen voor zijn. Natuurlijk doen we altijd, hè, of dat kan. Hè, en dat heeft natuurlijk de voorkeur.
Het is natuurlijk wel iets wat, het gaat wel om een speciale doelgroep. Je kan niet iedereen natuurlijk zich daar zomaar voor laten mee moeien, maar die inzet is er wel degelijk. Welk voordeel is het dan, die 2,5%? Dat is in feite een bedrag over de hele GKB-inzet die zij aan ons vragen. Die 2,5% die denken we te kunnen halen, maar ik zeg u graag toe dat we dat zullen monitoren en ook zullen rapporteren van wat het daadwerkelijke inverdien is. Ten slotte mevrouw Makkinga. Het punt van de aanvullende verzekering. Ik ben het met u eens dat ook Zilveren Kruis daar een verantwoordelijkheid heeft. Nou, zeer toevallig. Morgen is een vertegenwoordiger van Zilveren Kruis aanwezig in het kader van Vitaal Vechtdal, waar ik ook zeg maar zit. Dus ik zal dit direct onder de aandacht brengen. En het onderzoek onder punt 7. Ik kom daar graag schriftelijk op terug als we daar een stap verder in zijn. Dat is inderdaad, ik kijk er ook naar uit. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk rond of er nog behoeftes aan een tweede termijn. Als dat niet het geval is, dan zouden we over kunnen gaan tot besluitvorming over het voorliggende stuk. Maar u wordt voorgesteld in te stemmen met de tussenevaluatie, in te stemmen met structurele ondersteuning, inzet 5.000 euro voor preventieve activiteiten vanuit de huidige begroting. En in te stemmen met de verlaging van de leeftijd van het jeugdsportfonds van 6 naar 5 jaar. En dat te dekken uit de huidige begroting minimabeleid. Kunt u daarmee instemmen? Wie is voor dit voorstel? Dat is de gehele raad. Dan heeft u daarmee ingestemd. En dan constateer ik dat het 10 over 10 is. Dus we zijn in de 10 gebleven. Ik dank u allen voor uw inbreng vanavond. Voor alle mooie spreekwoorden en gezegden en andere dingen die we gehoord hebben. En de volgende keer kiezen we weer een ander thema om de avond met elkaar op een plezierige manier door te brengen. Er is nog een borreltje in de vorm van cola, fris of anderszins. Dus u bent uitgenodigd.